We zijn live, man. Like, we zijn live in de motherfucking. We zijn in de Kuip, man. Shout out naar motherfucking Oh My Festival. Om dit mogelijk te maken. Shout out naar de Kuip. Shout out naar Feyenoord. Shout out naar jullie, boys. Kevin is terug. Thanks voor de uitnodiging, man. Ja? Yeah? Thanks voor de uitnodiging, man. Thanks voor de invite. Ja, man. Ja? Speciale rookworst, toch? Ja, maar als je er graag bij willen zijn? Tuurlijk, hier in de Kuip. Is mooi, man. Je moet toch heel eerder op... hoe heet de shit? Hoe heet de andere? Hoe heet het stadion van Woudestein? Woudestein. Dan gaan we liever in Woudestein zitten, ja. Had ook geluk geweest. Had ook, ook gezellig. Ems heeft een mooi shirtje aan. Ems heeft een mooi shirtje aan. Maar dat was enig, hè? Gewoon met Feyenoord-dress. Ja, Ems is zo'n punten pakken toch, bro? Hij komt puntenboksen. Puntenboksen. Ems, dat is de echte shirtje, zei je net, hè? Die, Orsje. Die had hij aan. Twee keer gescoord, destijds met deze. Heb je wel gewassen? Heb je wel gewassen of niet? Tuurlijk niet. Ik weet niet of hij hem heeft gewassen. Ik heb hem gewoon van hem gekregen. Oh, hij is echt van Destijds, man. Ja, man. Oh, gek. Orsje. Gek, man. Shout-out naar Destijds. Ja, man. Shout-out naar Cyril, man. King Cyril. Ja, man. QC. Ja, we zijn er, man. Ja, damn. Eindelijk, man, bro. Mensen vragen echt veel naar jou hier, man. Ja, ik heb gehoord, man. Vorige keer toen ik wou komen was er de corona niet in die richting, man. Kan wel. Of had je misschien gewoon geen zin? Nee, ik heb altijd zin, man. Ik ben lang niet gevraagd ook. Nee, maar toch dat je er bent. Ja. We hebben straks een paar filmpjes die we gaan afspelen voor je. Ja, toch ga ik weer huilen. Waarom maak ik dit bijna combo? Ik zie, weet je toch, hebben ze nog video van tantes gefixt en zo. Ja, elke keer word ik weer verrast, man. We gaan zo kijken wat de productie heeft gefixt. Spankito! Si, it's been a while. Verloren vriend. We zijn er, man. Wat gaan er, man? Lekker, man, bro. Rookworst. Eindelijk, rookworst. Goeie locatie heb je gefixt. Ja, vind je leuk? Ja, toch? Is dat je eerste keer hier bent? Nee, ik ben wel een paar keer naar wedstrijden geweest. Welke? Met Ferry? De laatste keer was Feyenoord RKC. Ja, met Ferry waren we. Ja, Ferry tegen Mala. Ja. Mijn boys, dus ik moet sowieso even, weet je toch? Supporten. Mm-hmm. Leuke wedstrijd. Ja, dus ik ben wel graag in de Kuip. Ja. Kijk, ik ben liever in de arena. Ik ben liever in de arena. Ja. Maar, het is ook een leuke stadion. Zo leuk. Zeker. Is ook leuk. Oh. Laten we gewoon een beetje lullen over allemaal dingen, man. Voor mij is het zeg maar, zo van echt een soort speciale rookworst. Omdat het ten eerste zeg maar, in de Kuip is, maar ook de eerste keer ja, ook in Rotterdam. Ik doe altijd zeg maar aan de andere kant, toch? Maar ook gewoon outdoor ook. Ook outdoor. Mm-hmm. Het is een soort van lekker weertje. Ja, man. Ja, man. Het brengt een andere vibe of zo. Gewoon deze bril. Het lijkt wel alleen naar Ikea gewoon nog steeds. Ja, want Kevin gaat ook iets opsteken. Het is 420, man, trouwens, man. Ja, het is 420, man. Happy 420, iedereen, man. Fuck, we gaan die ding blessen. QC gaat ook smoke met ons. Ja, man. Maar dat zijn gevorderd nu, man. Roy, je bent aansteker in zaken. God damn. Happy 420. Wow. Wie van jullie weet wat 420 inhoudt? Een rigo ding trouwens voor hem, man. Zo'n machine, zo'n apparaatje, man. Ja, kom voor, man. Wil je eentje hebben? Ja, smaak kan draaien, toch? Kom goed. Jullie hebben toch allebei zo'n... allebei toch met een scotter zo'n campagne gehad? Die vloeien gedaan, ja, man. Ja, man. Betaalt het goed? Niet zo goed als die campagnes van jou, denk ik, maar... niet zo. Betaalt wel wat. Ja, ik maar het is ook wel tof om je naam zo aan zoiets te verbinden, toch? Het is altijd tof om je naam te verbinden, om je naam te verbinden aan zeg maar, zulke grote merken. Ook met Zeeman bijvoorbeeld vind ik ook tof. Ja, Kevin, je hebt ook die laatst Adidas, je hebt ook iets met Adidas gedaan? Ik had ooit wel een paar foto's ja, voor een nieuwe lijn van Adidas. Van Adidas gedaan, toch? Ja. Maar je hebt laatst ook iets met zaalvoetbal of zo? Ja, ja voor het Nederlands elftal zaalvoetbal heb ik Anthem Song zeg maar, gemaakt. Toen we naar het EK gingen, of dat EK was in Nederland. Dan, ja. Ja, maar was wel leuk, man. Ik ben daar op bezoek geweest bij in Zeist. Dat was wel leuk om te zien daarvan, man. Helemaal omdat je zelf ook een beetje mee voetbal ja, toch, om te zien hoe serieus nu zaalvoetbal ook wel wordt genomen, weet je. Ja. De boys zitten daar gewoon top. Faciliteiten en zo. En nu de volgende vraag. Wat is een campagne waar je echt spijt van hebt? Jullie hebben sowieso allemaal een campagne gedaan waarvan je denkt, maar ja... Spijt is nee, man. Ik niet, man. Ik voel dat best meestal wel echt snel aan, man. Van dit is niet mijn shit. Heb jij shit waar je spijt van hebt? Zo, ja, man. Ik heb over Witte de Witstraat in een piratenpak gelopen, man. Wat? Er was zo'n campagne, er was zo'n spel, Pirate Kings of zoiets. Ja. En ze zeiden, ja, we hebben een campagne en dan een piratenpak. Maar we dachten van, ja, dit was ook echt in het begin, we hadden geen management. We denken, we doen dit wel. Destijds was het ook echt, dat we dachten van, oh, grote campagne.
Nu bro, voordat ik het wist, stond ik op Witte de Witstraat voor auto's te springen met een hak. Bro, schande. Maar goed betaald? Ja, voor destijds wel, man. Destijds was het wel dat ik dacht van oké, dit is onze grootste campagne tot nu toe, maar ja, achteraf denk ik van nog. Maar ben je iemand die zeg maar dingen tegen zijn zin kan doen? Ik kan niet shit tegen mijn zin doen. Maar het was niet echt dat het tegen mijn zin was. Het klonk leuk op papier. Ja. Totdat we het gingen uitvoeren. Dus je denkt, oké, ja, als een piraat door een dag door het leven, maar op een gegeven moment sta je op Witte de Witstraat met een haak. Ja, dus ja. Ik heb de hoek. Ja, dat zijn dingen waarvan je leert toch? Man. Ja. Heb jij zulke dingen meegemaakt? Ik zit even te denken, maar volgens mij niet, man. Jullie verkopen alleen jullie eigen dingen gewoon? Nee, we hebben wel samenwerkingen gehad met partijen, externe partijen, maar niet echt dat ik nu denk van... Wat niet door de beugel kan. Met welke partij zou je echt samen willen werken? Wat is echt een merk die zou passen bij Broederliefde? Behalve Durex. Kan hem man. Als ik moet kijken, sowieso... Balorg zou wel werken. Balorg? Met de kids? Kinderspeelparadijs, zoiets zeg maar. Dat is gek. Hoeft niet Balorg of zo, ja, toch, maar in ieder geval kinderspeelparadijs. Zo'n tori zou wel werken, denk ik. Kijk, het klinkt een beetje cliché. Gewoon zeg maar een beetje om out of the box te gaan, toch? Je kan zeggen Nike, Adidas, dat soort dingen, maar... Ik denk zo'n kinderspeelparadijs, zo'n samenwerking zou wel gek zijn. Alle kinderspeelparadijzen. Monkey Town, alles. Zoiets, ja, zeg maar. Ja, Monkey Town of Balorg, zoiets. Dat zou tof zijn. Ik ben daar vaak, man. Futurecom. Ik heb een Futurecom, man. Ik ben daar vaak, man. Met die kleine ook? Ja, tuurlijk. Ik zeg je eerlijk, ik vind het master, man. Vroeger had je op die plek, had je, zeg maar, ook een klein voetbalveldje, toch, zeg maar. Was een kleine kunstgras. Of was dat Ahoy of zo? Vroeger waren die dagen dat je zo... Jeugdland, dat was Jeugdland. Kids Adventure. Ja, toch? Dat was een kunstgras. Dat zijn gruwelijke dingen, man. Kids Adventure. Weet je wat ik altijd denk? Als ik met mijn kleine naar die speelhallen ga, zo, dan zit ik te denken van deze mensen maken money, man. Ja, man. Dan denk ik gewoon van, moeten we niet een keer zo'n grote tori bouwen, zo'n kindertori bouwen, broer. Ja, snap je? Ja, daar ben ik vanuit die oogoptiek. En ja, toevallig hadden we gisteren... Alles met kinderen maakt money, denk ik, man. Ja, sowieso. Maar voor je kind ga je toch ook altijd zeg maar, zo van extra, toch? Ja, precies. Zeg maar, toen ik zelf ook dingen ging kopen voor Brooklyn, zeg maar, weet ik veel, ik heb het over een flesje, zeg maar, als toen ze baby was, zeg maar, een flesje, dan zeggen ze tegen jou van, oh ja, deze flesje. Kostte $17,95, dus prima flesje. Maar deze flesje die is $35,95. Maar deze flesje zorgt ervoor dat er geen lucht binnenkomt. Dat is ja. Dat is geen buikkramp in zijn. Ja, bitch. Wat denk je dat ik ga buien? Je voelt je ook gewoon een slechte vader. Je die was echt euro. Ja. Ga je die krampjes negeren? Snap je? Maar hun maken monkey, dan hun maken echt money, man. En van niet eens op de tickets, zeg maar gewoon, ik denk op horeca. Wat denk je van kinderopvang en zo, bro? Oh, snap je? Wat denk je van kinderopvang, G? Nee, maar dat is out of the box, snap je? Ja. En dat je zeg maar zou samenwerken met een Nike of met een supermarkt of iets. Dat is out of the box. Maar hebben jullie niet dat als je bij Monkey Town bijvoorbeeld bent, dat je in paniek raakt wanneer je kind even niet meer ziet? Ze zijn ergens verstopt. Bro! Ik had die laatst in Efteling, man. Dus nu, ik speel gewoon zeg maar die soort van die vader die alles onder controle heeft. Ik ga gewoon een soort dolf. Broeder rennen naar binnen, ze rent. Ik heb haar nog, zeg maar, ik zie haar nog. Ik doe één keer zo, pap, ik zie haar niet meer. Ik zie haar niet meer, ik begin te zweten. Ja. Je begint te zweten, je begint om shit, al die films zeg maar, die je gezien hebt, al die shit die je gezien hebt. Teken, alles, man. Je begint te zweten. Bro, ik ben 3 minuten aan het zweten. Opeens rent ze langs mij. Tikkie, jij bent hem. Ja, maar dan is die opluchting ook toch? Ja, dat is para. Dat is maar para. Is die standaard reactie, denk ik, man. Ja, als vader zijn het toch? Ja, dat heb ik ook vaak. Je weet toch, als die kleine... Ik kijk gewoon, zeg maar, automatisch kijk ik gewoon van, hé, waar blijft hij? Ja. Zit je hem te zoeken, zit hij daar boven ergens in een... Gewoon chill, ja. Snap je? Boom, relax. Ja, relax. Je raakt in paniek. Ja, je ziet nog die nooduitgang en denk, misschien is het daar doorheen gegaan of zo. Ja. Jij bent ook... Ja, ik zie jou ook altijd posten over je kleine kids posten en shit. Ja, dat is master, man. Ja, maar het is gezellig toch met die kids gewoon leuke dingen doen en zo. Ik denk dat ik dat steeds ook... Hoeveel heb je er nu? 3, man. 3, ja toch. Maar hij is nu wel klaar, man. Dus wel... Ja, heb je een knoop ingezet? Ja, nee, een cijferknoop, man. Ja, gelijk bij de... zijn keizersnee. Ja. En toen zeiden ze, ja, we kunnen gelijk van die klemmen erop zetten. Wow. Dus toen, ja, prima keuze. Toch? Echt? Dus nu krijg je gewoon... nu krijg je de plafond weer te...
Nu kun je de plafond weten wat je wil. Ja. Dat is gek. Maar ik zou het niet durven, man, met mezelf. Gewoon narcose en zo. Ik word daar te paranoia van. Maar ik denk, soms lees je toch van die verhalen. Iemand is in narcose gegaan voor iets lulligs. Ja, zo, je wordt niet meer wakker en zo. Ja, man. Ik heb het één keer meegemaakt. Ik heb één keer mijn lies moeten opereren, echt lang geleden. En toen ik wakker werd. Dat is het allerengste, zeg maar. Van als je uit de toren komt, zeg maar, dan heb je een moment, zeg maar, dat je soort van je geest is wakker, maar je body nog niet. Dus zeg maar, dat noemen ze, hebben ook een woord voor dat, toch? Kennen jullie dat? Dat mensen ja, dat doen in slaap. Dus, ja. Slaapverlam. Slaapverlamming, volgens mij heet dat zo. Dus dan lig je, en je geest, zeg maar, je ziel is wakker, je geest is wakker, maar jij, je body nog niet. Dus je, maar dat is eng. Ik heb die keer gehad. Maar heb je ook dat jij nog het, zeg maar, het moment kan herinneren voordat je narcose ging? Echt, zeg maar, het moment daarvoor. Ik ook. Ja, ik was heel klein, hè. Maar ik weet nog precies dat die dokter zei... Want ik had zo die plaktatoeages. Ik was misschien 6 of zo. Van die ijsjes, weet je. Wat heb jij een mooie tatoeage? Toen was ik daar. Dus zo. Zeg maar, die laatste visie herinner je. Zo klein, maar dat weet ik nog, zeg maar, van... Dat ja, ik weet precies. Die guy ging over mij tellen. 10, 9, 8. Ja, dat is het laatste. Dan ben je al bij 6 bij. Dat was het laatste wat ik hoorde, man. Je werd wakker na een paar uurtjes. Bro, ik werd wakker, mijn geest is wakker, maar ik kan mijn ogen nog niet open doen. Ik kan mijn handen niet bewegen. Ik hoor mensen wakker, ik hoor mensen dichtbij komen. Maar het is koude eng, man. Welke samenwerking zou jij nog willen doen, man? Zo. Want jij hebt veel gedaan. Ja, wel, er zijn wel een aantal merken of bedrijven waar ik heb samengewerkt. Maar ja, was er misschien iets groots, internationaals of zo, zeg maar? Ja, zeg dan. Ja, ik zit even, ik moet denken, man, bro. Je hebt veel, ligt er ook aan wie gewoon een goede tas heeft, toch? Ja, die kan je bakken. En dat is een tas, man. Ja. Maar vooral aanmerken, man, dat vind ik wel belangrijk, man. Gewoon met grote merken samen te werken. Het is ook belangrijk omdat, zeg maar, als je met allemaal BC-merkjes gaat werken voor... Snap je? Mensen gaan dat ook zien, die aanmerken. Tuurlijk. Maar in de zin van, zeg maar, wat zijn de aanmerken die jij zelf echt gebruikt? Zeg maar, want ik kan me voorstellen, zeg maar, omdat je dan, zeg maar, met heel veel merken werkt... Dat je soms ook, zeg maar, dingen moet gebruiken die je misschien eigenlijk niet zou willen gebruiken. Maar wat zijn, zeg maar, de merken die jij echt denkt van dit is echt? Ralf, man. Ja, precies. Ralf, dat is het, man. Maar ik hoor dat Ralf sowieso moeilijk is met samenwerken, man. Ik heb gehoord dat alleen Anton heeft een samenwerking met Ralf. Oh, dope. Maar al gewoon ver voordat hij gewoon... Oh, serieus? Hard. Ja, man. Maar hun werken sowieso niet. En als ze samenwerken is het sowieso niet voor een back of zo. Het is gewoon die kleding... Nee, maar jij bent toch wel die guy die dat nu, zeg maar, kan eisen? Ja, op zich, maar ik denk wel dat ik aan kan tonen dat ik in genoeg video's Ralf aan heb, zeg maar. Dus ik zou daar wel, maar ik vind Ralf ook echt een harde merk. Ja. Dat vind ik wel, daar zou ik wel gewoon volledig achter staan. Dan kan ik wel heel veel respect hebben voor je. Kan ik wel heel veel respect hebben voor bij jou, zeg maar, omdat je... We hebben deze gesprek ook, zeg maar, vroeger gehad, ook, zeg maar, toch? Over money en over de eerste money. En wow, ik heb nu dit en dat soort shit. Maar over het algemeen vind ik best wel dat jij niet... super veranderd ben. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Zeg maar, ja, met die money die je hebt kan je ook, zeg maar, Louis kopen of je kan ook Gucci kopen. Ja, ik kopen, maar je kiest gewoon van joh. Ik zag een baga net, hoor. Nee, maar het is wel gek dat ik op dat soort merken nu veel bijna niet eens ben, terwijl mijn eerste money ging gelijk bijna daar naartoe. Ja. Dus soms als ik bijvoorbeeld zo'n tasje zie en denk, oh, zo handig, kan ik allemaal spullen inzetten en dan maar het is niet dat ik nu denk van, oh, ik had het laatste voorbeeld was bij Bijenkorf. Ik zie zo'n Balenciaga jasje, toch? Zo'n spijkerjas. Ik trek hem aan, ik denk, oh, dit staat mij goed, man. Ik kijk in die prijskaart, ik zie 1300. Ik denk, nee, joh, dit gaan we niet doen. Het is niet eens wat je kan niet eens kopen, maar kom op, man, spijkerjas van 1300, man. Dus, waarom zou ik dat doen? Kevin doet deze dingen. Nee. Kevin. Wat? Oké, maar wat? Jij doet dat soort dingen. Spank ook. Wat is het gekste wat jullie dan hebben uitgegeven aan een... Nee, ik merk wel dat ik... Outfit. ik word afgeperst in winkels, toch? Zeg maar, heet toch? Ja, dat is ook die shit, hè? Lekker. Ik word bijna gedrukt. Ja. Ik word bijna, zeg maar... Nou... Die hebben we ook nog. Ik hoor dat jij binnenkomt en gewoon zegt die. Nee. En dan naar de kassa. Ja, maar dat is die takje die ze doen, dus. Dat is die takje die ze doen, dus. Dat zegt ze, joh. Wanneer je binnenkomt, zeggen ze... Oh, want Kevin was ook hier zo. En die heeft die dia's gepakt, die ding gepakt. Snap je, dat maakt ze wijs. Ja, Kevin? Ja, Vespanka! Ja? Geef me die. Jeetje, toch? Maar ik heb wat geleverd, toch? Ja, heeft best nog zo Ja, Kevin heeft wat geleverd, joh. Nee. Kevin, maar Kevin heeft ook die dingensmaat, toch? Kevin heeft ook, zeg maar, die modellenmaat, toch? Die maat M, dus zeg maar die... Oh, die is moeilijk. Alles is daar, je hebt alles van die maat. Ik heb zoveel hekel eraan als ik naar winkels ga, dan ben ik...
Weet je wat ik altijd doe? Dan zoek ik XXL toch? Maar ik ga van voren beginnen, zeg maar. Dan zie ik S, M. En dan hoop ik van, hopelijk is die achterste XXL. Dan zie je XL, zie je een L, bro. Ja, ja, mooie vraag stellen, hoor. Ja. Hebben jullie deze een XXL? Ja. Ja. Nu pas je die XXL, past niet. Ook niet. Heb je 3 keer XL? Die past ook niet. Zes. Nee, maar die komt er goed uit, hè. Meestal jouw maat hebben ze wel gewoon, je weet toch? Ja, ik weet, ik heb heel vaak dat ik kon dat die XXL wel weg is, maar vooral bij Ralf, man, is gewoon... Loesoe. Is gewoon loesoe, man. Dan ga ik overal op internet ga ik zoeken of die nog ergens is. Dat is lastig, man. En ook schoenmaat. Schoenmaat 47,5. Ja. Ja, wat dit? Ja, wacht even. Ja, zo laat, man. Wat? Op de prijs in mijn familie nog, hè. Ik heb een meneer van die heeft 48. Mijn broer heeft 49. Bestaat niet. En ik heb nog een andere ding die heeft 50. Hij heeft de grootste, maar 50, ja man. 50 cent. Banco. Banco is wel heftig, man. Nee. Is echt heftig, man. Dan kan je ook gewoon niet schoenen vinden in je maat, toch? Ja, 47,5 is nog net op het randje, maar niet vaak. Vaak doen ze gewoon 42, kopen ze 100 van in. En dan doen ze misschien van een 47,5 kopen ze er 10 van in. Ja, dan moet je maar net op tijd zijn. Ja. Ik heb 46, man, bro. Dat is ook een goeie. Die hebben ze meestal wel. Ik moet vaak ruzie maken met Hoei, want hij wilde ook al die patas hebben. En hij heeft ook 46. Ja. Maar ja, 46 is er nog net van. Weet je wat, ik had een keertje een schoen gekocht van maat 45 bij Laclas. Lanvin, toch? Maar ik wou die schoen zo graag hebben met een van mijn eerste YouTube monies. Ik dacht, ja man, ik ga Lanvin kopen, bro. Ik kom daar, ik zeg, ja, hebben jullie maat 46, 47? Nee, alleen 45. Ik denk, no man, dat gaat niet lukken. Hij zegt, pas op, pas op, hij wil hem verkopen. Hij zegt, je kan die zolder uithalen. Ja. Ik heb die zolder uitgehaald. Ik heb misschien een jaar op die pad naar gelopen, bro. Eeltpitten in mijn voeten, alleen maar helemaal kapot. Maar ik heb hem al gerokt. Je hebt sowieso niet genoten van je kinderen. Van eerste. Ben je genoten van je jeugd? Die heb ik wel gedaan, ja. Zo weghalen. Wat voor maat had je toen, zeg maar, in de brugklasse? Zo, brugklasse al 46, man. Oh. Ja, man. Bro, zeg eerlijk, maar ik heb lang genoten van die 38,5 als die randje, toch? Die zeg maar Air Max 90. Ja, die is net goedkoper. Heb je niet meegemaakt, man? Nee, man. Wat dag maat heb jij? 42,5. Ik had dat met dus Paranas. Die 38. Zelfs toen ik 39,5 was, ging ik nog veel op die 38,5. Ja. Toen die Paranas net kwamen, zeg maar, had je die vrouwencollectie, maar die was precies hetzelfde als die mannencollectie. Maar die vrouwen waren €160 en die mannen waren €250. Dus als je geluk had, dus onder de 40 zat Prada. Begin, maar die zijn ook omhoog gegaan. Ja, tenen zo. Broer, ik heb rare dingen op mijn tenen door die shit, man. Ja, ik doe nog steeds zultjes. Misschien heb ik eigenlijk... Heb je ook zo'n extra oog? Wat is dat? Dat is zeg maar op de zijkant van je tenen heb je zo'n iltpit. Dat noemen ze extra oog. Bro, ik heb zoveel pijn gehad. Bro. Ja, bro. Die moet je weg laten zien. Man is zo voet even alles. Ja, eilandjes. Jij hebt wel aparte Christoffel, voeten. Christoffelberg. Laat even jouw voet zien dan. Nee. Laat Buddy, laat je voet. Ik laat even voet zien, bro. Ik heb mijn voet laten zien met vrouwen aan tafel, man. Wauw. Maar heb je het nooit eerder laten zien in je rookworst, je voet? Ja, toch? Elke week. Bro, dit is voor die crème. Er is ook veel licht vandaag, man. Shit, iedereen kan die shit zien. Een beetje vaseline voor die man. Ik trek zo, kijk daar. Dit is mijn voet. Leo Tuna, man. Het heeft er nog slechter uitgezien. Ja. Dit valt nog mee, zeg maar. Je bent nog... Ja, Boris en Fiet. Ik heb al een kamer voor ze gemaakt. Boris en Fiet. Ik heb je ook gezegd, toch? Die vrouw, ze doet alleen mannen. Doe jij wel eens je voeten? Nee, niet, nooit echt. Doe dat. De Boris en Fiet. Ze gaat het leuk vinden als jij. Dan met die visjes. Het is gewoon een vrouw. Die is gewoon een echt een hele toffe Rotterdamse vrouw. Die echt... Je gaat het echt master vinden, man. Ik betaal me voor jou de eerste keer. Well, let's go, man. Ja? Ja, toch? Gaan we samen. Ja, nee, dat kan niet, want ze doet één tegelijk. Het is gewoon één vrouw die het doet. Gewoon. Ah, ja, dan wacht je toch even. Ja, wacht ik wel eventjes. Maar weet van people. Wat, ja. Spanker. Nee, ik dacht gewoon aan die maat 47. Die vrouw. Misschien zag je iets, toch? Nee, die vrouw met die maat 47. Nee, maar deze man... Junta. Zo, dat is wel een extra tarief, man. Vrouw met grote voeten? Ze gaat je rekenen voor twee. Nee. Vrouw met grote voeten. Ik heb er niet echt probleem. Ligt er aan hoe lang je bent. Je moet 1,50 meter zijn met maat 46. Ja. Dat is raar. Er zijn vrouwen met maat 40. Ik zeg je eerlijk, man. Die gewoon, zeg maar... Ja, maar wat is die max, zeg maar, wat je kan halen? 40.
Zeg maar, stel voor, kijk. Nou, 42 is 41 is max, denk ik. 42,5, vrouw? Kan wel. Ja, wat? Wat? Gebeurt. 42,5. Mag dat niet? Nog nooit gezien. Nou, man. Maar vind je dat kunnen? Vinden jullie dat kunnen? Zeg maar, maar het is ook moeilijk, zeg maar. Ja, je moet niet aan je voeten zien. Nee, ik weet niet, maar ik ben geen voetenguy, man. Zeg, ja, mij persoonlijk. Ik ben niet per se een voetenguy. Ik denk van, oh, die voeten moeten... Ik heb nog nooit in mijn hoofd. Ik vind kleine voeten gewoon mooi bij een vrouw. Ja, ik hoor het. Ja? Ja, man. Ja, 40 is toch wel ongeveer dat van die 41, 40, 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 vrouwenschoenen altijd tot maat 42. Ja? Ja, man. Nee, joh. Jawel. Broer. Zeg eens, tot 42? Ja? 42. Max? Oh. Max, dus er zijn geen vrouwen met grotere maat 42? Ja, maar die dragen een mannschoen. Ah, oké. Wat, ja? Nu, je hebt zelf de maat als vrouwtje. Ja. Zo handig, kan je die schoenen van meenemen. Zelfde maat als vrouwtje. Maar wat vind jij? Want jij zegt ook niet wat je toch? Zelfde maat als vrouwtje. Jij bent ook op kleine voeten. Hij speelt zo. Gaat je schoppen. Ja, vrouwtje gaat je schoppen, Roma. Nu zoek je patas. Ik denk, wat? Die patas, gewoon liggen. Nee, wat denk jij dan? Welke maat? Wat is max voor jou? Ik denk 41 zo, man. Maar dat toch niet zeggen? Stel je ziet, hypothetisch gezien, vrouw van je leven. En ze heeft maat 43. Dan is het toch niet van, oh shit. Je hebt grote voeten, dus hier kan ik niet op vallen. Ik zeg je eerlijk, moeilijk, man. Maar zeg maar, bij die kennis... Je weet toch al bij die kennismaking van, je ziet die patas. Je ziet die patas al. Bro. Je ziet die patas. Nee, man. Nu zijn het ervoor... Ja, man. Zeg maar... Nee, gaat niet. Je moet je... Stel je voor dat jij een vrouw vindt en ze heeft even grote voeten als jou. Vind je dat mooi? Het moet kloppen in verhouding. In verhouding? Ja. Het moet gewoon kloppen in verhouding. Ja, oké. Okay. Ik hoor je daar, maar zeg maar... Maar zeg maar, er zijn sowieso niet... Ik heb weinig echt grote, grote, lange vrouwen gezien. Het bestaat wel. Maar ik heb niet echt vrouwen gezien van boven de 1,85 of zo. Tuurlijk wel. Ja, wel, maar weinig. Ja, ze zijn wel zeldzaam. Snap je? En zelfs die hebben soms niet eens maat 42,5 of zo, snap je? Ja. Goeie. Spaak, heb je dingen gezien? Ik ben benieuwd naar wat jij vindt van Kanye-document. Ja, hard. Heb je helemaal gecheckt? Ja, man. Leg uit, man. Geef jouw anekdote. Jouw kijk. Mijn kijk. Sowieso, die eerste episode was best wel gek. Want ik had met mijn zus erover. Was eigenlijk een soort van... alsof ik een beetje naar mijn eigen leven aan het kijken was. Man. Ja, man. En... dus ik vond dat ook gelijk de hardste episode. Ja. Vond dat was waar die overal gescoord wordt, toch? Waar die overal geweigerd wordt. Ja, maar zeg maar gewoon iedereen... Iedereen ziet hem als die beat maken, terwijl die gewoon artiest Poco was. Speelt af, daar speelt die Poco af, ze luisteren niet eens. Hij komt Jay-Z tegen Jay-Z, geef hem even die box van. Ja, man. You little nigga, je weet toch? Gek, hè? Gek om te zien, hè? Heel gek. Heel gek. Maar ook dat hij, zeg maar, ook eventjes die nigga, dat is van die nigga die film, zeg maar, eventjes ook... Dat je jij, zeg maar. Soort van, alles is zo echt, man. Dat is wel heel echt, man. Alles is zo fucking echt. Maar wat vinden jullie, ook omdat ik heb ook gezien, hè? Wat vinden jullie, zeg maar, van dat het merendeels vanuit zijn perspectief gefilmd is? Uit die guy's perspectief? Ja, toch? Dat vind ik hard. Vooral omdat hij zo dichtbij en dat Matty, zeg maar, precies. Ja. Hij legt precies uit die gevoel. Het gaat over elkaar, het is niet, zeg maar, het gaat niet, zeg maar, het gaat, zeg maar, het gaat altijd over Kanye, maar nu gaat het, zeg maar, over Kanye, zeg maar, vanuit de perspectief van een van zijn matties, zeg maar. En die guy vertelt dat, zeg maar, ook. Ja. En die voice-overs vind ik ook fucking hard. Hij kent hem goed, toch? Hij kent hem goed. Maar denk je dat de achterliggende gedachte ook was, zeg maar, dat het, zeg maar, zo... Ik denk dat het gewoon, zeg maar, idee was van die guy. Mm-hmm. Dat die guy zoiets had gewoon van, dat hij gewoon, zeg maar, een soort van edit gemaakt heeft en tegen Kanye gezegd van, yo, luister dan, we hebben al deze shit liggen. Ik denk ook misschien, zeg maar, als ik het goed heb, solo, als ik solo even aankijk, maar zeg maar, uiteindelijk zijn die beelden van die guy toch? Ja. Afhankelijk van wat ze hebben afgesproken. Wat ze afgesproken hebben, zeg maar. Ja, die guy heeft toch verdiend erop. Precies. Ja, ja, hij heeft eigenlijk 40 miljoen. 40 miljoen zijn die beelden gekocht. Oh, snap je? 40 miljoen. 40 miljoen? Ja, man. Wow, gek. Dat is gek, zeg maar. Gewoon laat niet iemand zijn leven hier voor je dan filmen, hoor. Je wordt kapot. Nee, maar het is gek dat hij al zo vroeg is gaan filmen. Zeg maar, die tijd, ja. Dat is wel gek. Ook classic momenten in maakt het ook zo verwacht. En ik vind het leuk dat ze ook erin hebben gelaten dat hij bijvoorbeeld... op een gegeven moment dat Kanye West hem, zeg maar, ja, zo van Jade, zeg maar, van ik ga niet meer echt met jou om en
Dat ze het wel erin hebben gelaten. Want op een gegeven moment zie je hem ook weer, kan je West tegenkomen, dan is hij helemaal dronken op die vissen. Ja. En hij doet een beetje lullen. Hij weet zijn naam volgens mij niet meer. Of hij noemt hem anders en zo. Hij is sarcastisch. Ja, klopt. Dus ik ben wel blij dat ze dat erin hebben gelaten. Op dat moment dat hij hem laat stoppen met filmen. Zegt hij, dit was de eerste keer dat hij zei van... Stop met filmen. Ja, dat had ik nooit gezegd. Bro, het is gek dat we allemaal die Tony kijken, dat we allemaal diezelfde. Want dat is voor mij, zeg maar, als artiest zijn, wat jij net zei, toch? Van, dat is ook zo van mijn leven, toch? En niet om te zeggen van mensen nederig mij gingen zeggen bij labels en zo. En zo ver was het niet. Maar ik ging wel gewoon bij Matties. Zeggen van, joh, ik wil echt rappen, man. Ik wil schrijven, ik ben aan het schrijven, ik ben dit aan het maken, ik ben dit aan het doen. En dan gingen dingen ook tegen mij zeggen van... Ja, man. Je toch? Tuurlijk. Je bent echt kakker, ja. Als je dat gaat doen, ben je echt kakker. Hoe kan je daarin geloven? Niemand heeft dat gedaan, bla bla bla. Je weet toch wat ik bedoel? Ja, man. En wat ik het allertopste vind, zeg maar, van heel die shit. Let's take a shot on that. Ja, man. Maar mijn cup is leeg, man. Kev, gisteren jaren. Oh, ja. Kevin heeft voor iedereen geschonken, man. Serieus, een shot, hè? Shit. Kijk even aan, jongens. Kijk even aan. Even aankijken. Pa' abajo, pa' centro. Para dentro! Zé. Hoe is dat? Bandy's album is uit. Zo. Hard. Kevin is jarig, of was jarig? Ja, Kevin. Ja, man, dat is. Goddamn, Kevin, laten we beginnen bij Kevin jarig. Spank heeft nieuwe deal. Nieuwe deal? Nee, hij heeft iets getekend. Je was iets aan het tekenen sowieso. Uh-huh. We gaan het ook over hebben. Maar Kevin, ja, hoe oud ben je geworden, bro? Zo, 28. Hoe voel je me, bro? Heb je nog zoiets van, ik ga nog steeds mijn voetbalcarrière even achterna? Nou, Danny Koevermans was... Precies, dat denk je. Laat bloeien. Of alles dekking hoog. Snap je? Puntenboksen. Maar 28, man, Kev. Ja. Hoe voel je me, bro? Ja, ik voel me goed. Had je, niet met die fucking RTL Boulevard antwoorden, man. Kappen, man. Had je verwacht, even aan some real shit, had je verwacht dat je hier zou zijn, zeg maar nu, met 28 jaar, waar je nu bent? Nee, wat jij zegt, zeg maar, toen die mensen deden van, natuurlijk had ik toen niet in mijn hoofd kunnen hebben van, ik ga het ook echt doen. Ja. Maar dat gaf je wel een beetje die... Het kan jou laten stoppen, zeg maar, of laten stoppen met dromen, maar het kan jou ook voel geven van, hé, mijn motivatie. Ja, dat je zet het... Te zien van, snap je? Ja. En natuurlijk was ik in het begin misschien niet daar, maar ik ben wel gegroeid naar waar ik moet zijn. Ja. Ja. Wat ik ook daarbij wil zeggen, zeg maar, mensen beseffen het niet, zeg maar, vooral voor Kev. Ik heb het van dichtbij ook meegemaakt, wij allemaal eigenlijk, zeg maar, hier. Maar zeg maar, mensen beseffen het niet, zeg maar, die keuzes die je maakt in lijf, zeg maar, vooral voor hem. Want hij, die beseft, zeg maar, voordat hij bij de ark kwam. Wat voor keuzes hij kwam te staan, om de juiste keuze te maken om uiteindelijk, zeg maar, te komen waar hij nu is. Ja. Dat is toch wel, zeg maar, een uitdaging, je weet toch? Zeker. Is een gokje. Zeker. Dat is de vraag ook. Maar Kevin is, hij wil niet praten, toch? Hij is altijd, zeg maar, je weet wat ik bedoel. Maar, heb ik nog een vraag. Kevin, want jij bent nu, je hebt Ansa Mariel shit, jij bent nu de grootste artiest in Nederland. Nee, waarom? Waarom ben ik de grootste? Op wat gebaseerd, bro? Een van de grootste. Er is toch zoveel groei, bro? Tuurlijk, zeker. Als ik zie, sommige boys zijn bijvoorbeeld misschien live verder dan ik. Of hoort ook bij artiest zijn. Maar als ik hoor artiest... We gaan niet doen alsof, je weet dat je bent die nigger. Kev houdt van die andere. Je weet toch, je bent die in de studio, achter de mic, voel ik mij inderdaad die artiest. Maar dat moet iedereen hebben, toch? Je weet toch van, nee, maar gewoon van als je gewoon kijkt naar cijfers. Als je gewoon kijkt naar wat je... Ja, dat heb ik goed gedaan. Dit is jouw moment. Ja, ja. Toch, dit is jouw, dit is Kevin. Dit is Kevin seizoen. Chill the fuck out nu eventjes. Ja, maakt niet uit wie je bent. Toch? Ja, zeker, man. Voel je dat? Wat voel je dat? Gewoon een beetje druk of zo, zeg maar. Ja. Nee, niet echt eigenlijk, man. Ik voel niet echt, zeg maar, dat ik pokus aan het maken ben. Dat ik heb van zo. Zeg maar, ik ben laatst naar Griekenland geweest, schrijverskamp. En ik ga dan niet met het gevoel daarvan. Je moet een hit maken. Oh, ik moet nu wel. Maar ik ga dan weg en ik besef alles rustig wanneer ik thuis kom. En ik denk zo, ja, man. Ik heb weer iets waar ik blij mee ben. En waarschijnlijk, als ik er blij mee ben, zijn die mensen er ook blij mee. Zeg maar ja. Ik vertrouw daar wel op. Ja. Ik denk dat Want ik ben wel ook zelf kritisch, zeg maar. Ik kan ook wel zeggen van, nee, man. Ik heb die week, zeg maar, niet, het is niet, er is niet uitgekomen, zeg maar, wat ik wilde. Dat kan ook.
Maar dat is toch wel het ding bij jou wat jou ook zo groot maakt. Is dat hij is nooit echt met de hype meegegaan. Dus hij is wel, Kevin is altijd Kevin gebleven. Ja. Dat is nooit, zeg maar, dat heeft broederliefde, oh, dat heb jij ook van. Het is nooit van, oh, er is een soort van nieuwe muziekgenre, laten we daar allemaal op gaan spelen. Ja. Het is altijd, tuurlijk, je gaat wel gewoon door en je creëert een nieuwe sound, wat nu misschien meer bij deze tijd past. Maar je blijft wel altijd bij jezelf en ik denk dat het belangrijkste is. Dat is het belangrijkste, echt. En vooral op de momenten dat jij niet die guy bent. Dat jij gewoon wel blijft. Tuurlijk, ik ging met deze boys, ik heb veel naar Bandy gekeken. Ik zag altijd hoe deze man zichzelf bleef en gewoon, weet je, normaal. Deze boys die gewoon op hun ding bleven. En ik had ook hey, die boys gaan hard, man. Misschien moet ik vissenbobbels gaan maken. Ja. Of misschien moet ik, snap je? Ja. Maar dat is nooit in mij opgekomen, zeg maar. Ik genoot juist van hun en daaruit haalde ik ook weer kracht van. Weet je toch? Ja, gewoon verschillende leermomenten. Dit is zo raar dat ik dan opeens over mezelf wil praten. Maar ik ben zo blij dat ik zeg maar, nu dat een CD-box heb gedaan van 10 albums. Ja, en dat er geen één fucking bobbeling pokkel op zit. Of dat er geen één moment dat ik mezelf heb... Dat je iets hebt gedaan wat je niet... Dat ik iets heb gedaan wat ik niet wou doen, zeg maar. Je weet wat ik bedoel. Ja. Van, ik heb altijd een soort van in mijn hoofd gedacht van ik wil gewoon... Heb je geen enkele bobbeling trekken bij ons dat? Op Futurings, ja. Futurings. Kijk, maar ik denk, weet je wat het is? Ik denk zeg maar dat die moment zeg maar, bij iedereen wel is gekomen. Kijk, wij vanaf het begin, we hebben altijd gewoon onze ding gedaan. Maar ik denk dat bij iedereen wel zeg maar, die moment is gekomen. Maar dat je zeg maar belangrijk, het is niet erg dat die moment komt, maar belangrijk is dat je zeg maar niet vergeet wat de basis is. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Je weet toch, wat jouw basis is, wat mensen zeg maar jouw diehard fans waar ze van houden. Je weet passie, toch? En passie, beginnen passie. Met een broodje candy verkopen en daarna opeens. Snap je, bro? Precies, man. Passie. Maar ik herinner me wel zeg maar toen we geit aan het maken waren. Ja. Dat je wel zeg maar, en ik begrijp het ook, want zeg maar, je weet toch, die shit ging wel hem zeg maar. En dat je wel eens een soort idee had van, misschien moet ik het toch wel proberen of zo, weet ik nog. En toen zei ik tegen jou van, oh, maar jij bent Bandy. Ja, daarom. Je bent dat is wat ik bedoel. Ja, dankbaar voor, zeg maar, omdat... En dan hebben we bijvoorbeeld die ene gemaakt, toch, die met Wewa. Ja. Geit bijvoorbeeld, zeg maar. Wat dan zeg maar, toch een soort van crossover is, zeg maar. Met Kevin en Vic heb ik die ene... Allemaal voor niks. Allemaal voor niks. Alleen. Wat dan zeg maar toch... Begrijp wat ik bedoel? Maar ik heb ook bijvoorbeeld een Mary. Maar je hebt hem wel altijd... En Mary heeft ze sowieso. Mary heeft ook een paar... Weet toch, maar, vaak gered en zo. Maar je bent wel altijd Bandy gebleven op die pokus. Maar het is inderdaad hard. Ja, ik ben Bandy gebleven op die pokus altijd. Maar ik vind het persoonlijk, vanuit mijn perspectief, vind ik het hard juist. Als je even die uitstap maakt. Ja. Maar als je zeg maar het verschil tussen die uitstap maken omdat je het niet meer weet, of die uitstap maken om jezelf door te ontwikkelen. Juist. Je weet toch? Ja. En als je het doorontwikkelt, bro, doe dat man. Maar het is wel hard dat die, zeg maar, die wat je zegt, nu die 10 albums, ze zijn gewoon echt Bandy, je weet toch? Gewoon, gewoon jouw shit, dat is dood. Dat is gek. Ja. Kijk, bij deze laatste bijvoorbeeld, die gewoon nu, die even mogen twee. Je hoort gewoon zeg maar van, oké, je hebt een carrière. Je hebt daarin, heb je zeg maar geëxperimenteerd en alles. En vanuit daar heb je, nee man, dit is Bandy. Wat is het verschil, tussen hervermogen 1 en hervermogen 2? Ik bedoel qua, weet je toch? Kijk, laat me beginnen met te zeggen dat ik hervermogen 2 never hervermogen 2 mag noemen. Okay. Zeg maar gewoon ansam zeg maar de respect zeg maar voor... Maar waarom? Ja, waarom heb je hem zeg maar hervermogen? Het klopt toch gewoon met alles. Dus zeg maar in de zin van Boys N' Hood 2. Is de tiende, ja, ook. Hervermogen 2. Reunie. Absentie 2. Freddy en Bandy 2. Zeg maar, het was gewoon een soort van... Het zat gewoon in een vibe, zeg maar. Heb je nog wel getwijfeld om anders te gaan doen? Ja, man. Ja, man. Maar tegelijkertijd, zeg maar... Het is ook mijn 10e album, bro. Hoeveel mensen doen 10 albums, man? Zo. En hoeveel... En dus make some noise, make some noise. Ja, man. Ja. Zeker, man. Ja. Maar het is ook een soort... Het is ook iets zeg maar, wat je niet zeg maar, soort van terug kan kijken bij andere mensen. Van, joh, hoe hebben jullie het gedaan? Ja, zeg maar, van, je moet het gewoon doen, zeg maar. Ja. Klopt. Voor sommige dingen heb je geen... database dat je kan checken van, oké, dit is zo gegaan en dit is zo gegaan en dit is zo gegaan. Dus ik dacht bij mezelf gewoon van ja, misschien klopt het. En qua proces, hoe jij Hervermogen 1 maakte, en, want toen was je op het punt dat je nog helemaal, zeg maar, niet... Hervermogen 1 heb ik gemaakt bij B-Fresh. Bij B-Fresh in zijn Maar was dat ook zo in een maandje tijd, van dat je zei van, ik ga album maken? Maar, van, ja? Ja, maar. Altijd zo gedaan eigenlijk. Eigenlijk heeft deze album, zeg maar, sinds ik met Spanka geit gemaakt heb, ik heb altijd, zeg maar, een soort van twee keer schrijverskamp of drie keer schrijverskamp en dan een album gemaakt. Mm-hmm. Maar sinds ik met Spank had, zoiets van, daar hebben we bijna een jaar of zo aan gewerkt. Toch? Uh-huh. Dat was voor mij zeg maar, wel een soort van eye-opener. Ik dacht van, oké, als je dit kan maken zeg maar, in een jaar en zeg maar, gewoon pokus kan. Je kan echt pokus
beoordelen, zeg maar, een hele jaar, zeg maar, en dan vallen echt, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Echt de sterkste pokus blijven over, zeg maar. En ja, dat had ik bij deze keer ook. Maar deze keer wel anders was, zeg maar, is dat natuurlijk, ik had geen Spanka beats. Ik had ook in mijn hoofd, zeg maar, altijd al wel gehad, zeg maar, dat ik iets zomaar zou willen maken, helemaal volledig met Davy. En dan bij Boys in the Hood als Kroeksbeen, zeg maar, echt gegroeid ook. Waardoor we ook, zeg maar, twee singles hebben gedaan, zeg maar, die hij gedaan hebt. Dus hij heeft ook eentje gedaan. En dan heb ik nog een andere guy leren kennen, Curaçao Mix. Want ook, hij is ook fucking hard. Mm-hmm. Zeg maar, ook erop gezet. Over het algemeen, ja, de benadering... En hoe ging het toen? Hoe ging het? En over qua beats, heb je nu, zeg maar, meer keuze, zeg maar, dan toen? Moest je toen gewoon doen met de beats die er waren? Of? Ja, toen had je niet zoveel keuze, man. Ja. Toen had je zoveel keuzes. Spanka stuurde geen Spanka. Tien beats of zo had je gestuurd? Nee. Hoeveel producties heb je op Hefvermogen? Op Hefvermogen? Ja, één. Hoeveel producties heb je daar? Drie, twee, vier? Op twee. Op Hefvermogen twee. Twee. Ja. Overal. Was toevallig Classics. Laatste story aan het vertellen aan iemand, man. Classics. Classics. Was met RC Beats in de foto bij die studio daar. Zo, Sharana, Kles en Razi. Ja, maar Sharana, hè. En weet het, we zaten daar zo. En toen kwam jij. En toen. Hij had die meeting gefixt, toch? Ja, toch? Maar ja, toen de tijd was. Waren die tracks die ik met Nino en zo deed. Dat was, zeg maar, waar ik een beetje bekend van was. Sharon en Nino, de oude puntenboxen. En toen zei Chris tegen jou van. Ja, maar misschien kan je zo even een paar beats van Spanka checken. En toen zag je jouw gezicht van. Maak deze niet een beat? Nee, van je wist wel, ik maak beats, maar je dacht, ik maak andere type beats, zeg maar, niet wat per se voor jou is. Ah, nou, Nico. dat is Rivers. Maar ik kan me nog herinneren, dat gingen we in zo'n studio en toen speelde ik een paar beats. Dus onder andere Overal, ik denk nog twee andere beats. Bro, toen jij Overal beats speelde, toen kon ik alleen maar denken van, oh, die als 50 deze beat hoort. Dat dacht ik. Gek. En hij heeft hem daarna gepakt, hè? Gek. Oh ja, jullie moeten een keer horen, man. Hij heeft hem daarna gepakt. Ja, gek. 50? Ja, 50. Die sample, hij heeft die sample. Ja. Ja. Gewoon toevallig. Ja. Nee, ik wist het, bro. Ik wist het gewoon, bro. Ik ben 50 fan. Maar 50 moet sturen. Ik hoorde die sample. Ik dacht van, als 50 deze shit hoort, gaat hij gewoon. Ja. Een paar jaar daarna, hij pakt hem. Gek. En dat is wat ik tegenwoordig nu ook doe, hè, voor een paar matjes die ook bijvoorbeeld beats maken. Ik ga gewoon naar die bekende artiesten, bro, Drake, iedereen. Ik stuur gewoon iedereen DM en zo. Maar ook gewoon, maar sommigen reageren, hè. Bijvoorbeeld Tory Lanez heeft gereageerd, designer en nog een paar en zo. Nee, ik heb hem ook gedm'd een keer, man. Ja. Gewoon zomaar was ik Tory Lanez. Ja toch, hij is Antilliaans. Ja. Dus nu heb ik hem gewoon in het Antilliaans gedm'd. Oh, op je baas, je kijk je. Dat was paantje een keertje op Curaçao. Bro, zomaar ging die man DM'en. Maar heeft hij gereageerd ook? Nee, man, ik wil een keertje kijken, maar volgens mij niet. Als ik het wel gezien. Wie is deze punk? Die lijken zijn nu wel veel korter, toch? Je kan gewoon naar artiesten insturen. Ja. En ik heb nu al een paar. Sommige mensen reageren pas echt weken later. Hè? Ja. Maar het gebeurt wel, man. Sommige een paar maanden later. Het iemand... is ook werelds veel kleiner dan je denkt soms. Ja. Zeg maar qua die connecties en zo. Kan zomaar via, weet je wel. Maar zijn wel moeilijk om te ontdekken. Drie kan zomaar een paar pokus van me gehoord hebben, zeg maar. Precies. Dat is gewoon een kans. En hij kan zomaar geïnspireerd zijn en die shit opeens namaken. En je denkt, ja, oh, nou, nee, wat is dit? Snap je? Waar is mijn money? Toch? Ja, ja, dat zou ik gewoon kunnen, man. QC, vertel even over dinges, man. Over die GTA shit. Zo GTA, bro. Hoe heet het, shit? GTA roleplay, ja. Ja, dat is... Okay, hey, bro. Deze mannen snappen het allemaal. Wat? Op YouTube wat je doet, toch? Ja, ja. Bro. Ik was stoned, ik keek een gezien, keer die shit, ik kwam per ongeluk op YouTube. Ik heb lachen. De hele tijd doorgekeken. Hoe heet je, Piet? Je hebt zo lachen. Peter Piet heet ik. Deze man, ja, kapot. Peter Piet. Dus kijk, wat ik weet is, zeg maar, gewoon van, het is gewoon een echte Libby. Dus zeg maar, in die game hebben ze, zeg maar, GTA soort van nagemaakt op een andere server of whatever. Ja, dat is gek. Dus als je een scooter jou aanhoudt, is het echt, een scooter. Ja? Nee, ja, dat is gewoon als je werk echt staan blijven. Dat is gewoon echt iemand thuis. Dat is gewoon echt iemand thuis. Hij is echt scooter. Hij wil scooter spelen. Ja toch? Als jij, zeg maar, wil auto rijden, moet jij, zeg maar, echt rijbewijs hebben, of niet? Ja, ja, alles, man. Je moet echt rijbewijs hebben. Hij is geen echte scooter in real life, maar gewoon, zeg maar, hij kiest ervoor om die functie te bedienen. Juist. Okay. Als jij denkt dat GTA, zeg maar, online al iets is, die roleplay gaat, is anders, man. Is, ja? Echt ambulances heb je daar, advocaten, dus je kan ook echt opgepakt worden, er komt gewoon een advocaat daar. En die mensen hebben ook vaak gewoon, echt gewoon zo'n boek naast hen, hè? Gewoon zo'n wetboek en zo, ze gaan alles uitzoeken.
ja, is een nieuwe wereld die open was gegaan, ja, man. Ik zag vandaag zat ik te kijken, zeg maar, toen had ik eentje gezien dat je zeg maar twee, had je één politie, ja, spelletje natuurlijk, maar had je één politie, hadden jullie afgemaakt, ja. Dan hadden jullie twee politie nog in de waggie, zeg maar. Wat was die, ik heb er niet afgemaakt. Ja, maar ja, we hadden volgens mij, daarvoor was een van ons opgepakt, toen gingen we, om terug te pakken, gingen we die Kamar, toch, dus koninklijke Kamar, die Marizé, zeg maar, gingen we ontvoeren, man, bro, het hele scenario, maar dat, bro, het is zo moeilijk om het in een korte tijd uit te leggen, terwijl als je het ziet, denk je van, joh, dit is gek. Voor mij ging ook een nieuwe wereld open en ja, online scoort het heel goed. Ik ben nu wel eventjes gestopt, ik heb even zo'n moment dat ik denk van, ik weet dat ook vaak is, vaak ga ik ook live op Twitch, ga ik het spelen, maar dan gaan mensen jouw stream snijpen, dus mensen zien op dat moment, oké, hij is nu daar, en dan gaan ze jou lastig vallen, bro, ik krijg error in mijn hoofd. Ja. Op een gegeven moment raak je er ook een beetje klaar mee en dan wacht ik weer een tijdje, maar... Maar laten we praten over Twitch. Laten we praten over Bagas. Bagas, grote Bagas. Ik hoor, jij bent de nummer 1 Twitch. Ik ben nu al iets minder aan het streamen, dus nu is het voor mij weer nummer 3 of zo, maar is wel die top, zeg maar. Jij bent de top 3 mannetje van Nederland van Twitch. Ja. Hoeveel money praten we dan? Zo. Kan je daar een osso van kopen? Oh, ligt eraan wat voor osso, man. Nee, maar 3 is, zeg maar. Ik heb met Twitch een contract, zeg maar. Ja. En dat zijn Amerikaanse contracten. Wow, die zijn zo streng. Ja. Ik kan het niet eens even uitlaten, maar anders ben ik niet zo moeilijk doen. Maar heb jij dus een Engelse contract ondertekend? Ja, Amerikaans. Begrijp je? Maar ik heb gewoon... Daarvoor moet je mensen laten checken, toch? Precies, oké. Okay. Maar voor jou, zeg maar, zijn er steeds meer opties gekomen, toch, om doekoe te verdienen? Eigenlijk? Ja, man. Vooral omdat... kijk, we deden ook een tijdje met Supergaande. Deden bijvoorbeeld optredens en dat soort dingen. En dat was op een gegeven moment ermee inkomen. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld zo'n, dan komt zo'n coronaperiode, dan valt dat weg. Maar je hebt nog zoveel dingen, bro. Die gaming-industrie, bro, is belachelijk. Ja. Het is zelfs zo gek gegaan dat ik eigenlijk in 2020, dus wat eigenlijk het jaar was dat corona begon, is mijn beste jaar aller tijden geweest. In 2021 nog beter. Gek. Dus snap je? En dat is dat als je... Ze kunnen gewoon met z'n allen straks naar OQ op jouw nek. Ja, man. Het kan. Lekker, man. Nee, maar het is wel echt hem gegaan. Man. En ook buiten mijn verwachting om, zeg maar. Want ja, YouTube echt... als je ziet die groei die er is gekomen op Twitch en alles en zo. Het is echt meer dan verdubbeld gewoon. Ja. Vooral in die in 2020, zeg maar. Daar was het ineens, weet je. Op een gegeven moment had ik een moment dat ik dacht van... Oké, heb ik nu zo'n soort van mijn hoogtepunt bereikt? En dan zie je ineens dat het allemaal nog veel verder kan gaan. Ja, dat precies. Is gewoon... Veel verschillende dingen doen. Dus als er één ding wegvalt, heb je altijd een andere los, man. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Oké, maar GTA Roleplay. Ja. Ik ben nieuw. Wat moet ik doen? Wat heb ik nodig allemaal? Oh, je moet alleen GTA hebben. Je installeert zo'n ding, dat heet 5M. Ja. Wow, je installeert dat, dat is die mod. Moet ik die kopen of moet ik die... Nee, die kan je gewoon downloaden. Okay. Alleen die GTA moet je kopen. Wow, dan heb je die mod en dan ga je gewoon in een server en daar begint het, man. Bro, maar ik zeg eerlijk... Wat moet ik doen dan? Oké, ik kom in die wereld. Ja, oké. Je hebt 30 doezoe. Ja, kijk wat je mee hebt. Kijk, heel veel mensen willen daar, zeg maar, gewoon creamy worden, toch? Ja. Die gaan daar gewoon echt voor grinden en zo. En daar verdien je ook het meest mee. Maar je hebt ook heel veel mensen die gewoon echt elke dag gewoon buschauffeur daar zijn. Dit en dat. Mensen gewoon... Ja, dat is gek. Maar zo kijk ik dat ding laatst. Ik ben stil en ik vind het echt vol. Ja, die mensen hebben hele leven daar. Het is gewoon een soort van second life, toch? Mensen hebben gewoon een tweede leven daar. Maar je hebt ook mensen die daar te diep in raken. Ja. Die leven daar echt gewoon. Je weet toch, één keertje, bro, ik ben aan het rijden met mijn buggy. Zo'n guy, hij komt een beetje gek doen. Ik zeg, hey, hou je bek, joh. Dit en dat. Ik was geïrriteerd, toch? Ja. Die man zit als je dichtbij met elkaar komt, zeg maar, kan je een beetje elkaar horen. Ja. Wow, nu die man, hij begint gewoon echt tegen mij te zeggen van, ja, wow, ik rijd een dikke auto als jouw teamboy en zo. Ik zeg, wow, is een game, is een game. Hij schoorde die zo. Ja, maar, maar zo diep gaat het daar, man. Je weet toch? Ja, okay. Best. Excuse me, allemaal in het echt rijk X5, allemaal in. Wat rij je toch? Wat dan? Maar kan je, zeg maar, ook met echte money, zeg maar, money buyen? Nee, dat niet, man. Dat hebben ze wel. Je hebt ook wel eens mensen die dat proberen. Die worden gelijk geband van zo'n server en zo. Maar het is vooral veel... Dat is een beetje het probleem. Dus ik speel daar. Maar bro, is gewoon... Wanneer ik speel, is het meestal opnames of live. Ja. Moet het via PC? PC moet dat, man. Geen PlayStation, nee. PlayStation, jammer genoeg niet. Okay. Maar als je echt diep wil gaan, dan moet je ook heel de dag kijken. Het is ook alleen met muis en toetsenbord, toch? Ja, maar je hebt ook mensen die gewoon controller aansluiten. Gewoon dus tegenwoordig automatisch en ja, zo. Ja. Dus ja, het is gekkigheid, man. Toen ik dat voor het eerst speelde, ik hoorde er wel eens over, maar ik dacht van, wat is dit, bro? Ja. Maar op een gegeven moment, ik zat er echt in, man, bro. Ja. Oh, gek, man. Je hebt zelfs op een gegeven moment, ik ging met zo'n motorbende, was ik veel in die game.
En op een gegeven moment werd daar ook echt onderzoek naar gedaan qua recherche en zo. Bro, het gaat zo diep, bro. Veel dieper. Ja, maar recherche in die game, zeg maar. Maar je moet ook rijbewijs halen, dat soort shit, toch? Ja, maar rijbewijs halen, dat soort dingen. Bro, het gaat echt diep. Maar wat is een soort digitale wereld of zo? Ja, ja, maar dan met GTA, man. Maar dan gewoon, bro, er zitten iets van 800 man op zo'n server. En iedereen heeft gewoon zijn rol, snap je? En het is wel de bedoeling dat... Als ik jou tegenkom, zeg maar, je moet wel scenario's met elkaar omgaan. Dus sommige mensen kunnen niet echt scenario's, maar soms kom ik ben in gekke scenario's terecht. Wat bedoel je daarmee? Ja, gewoon als ik tegen jou... Je kan ook echt een winkel beroven of zo. Ja, dat is het ding, snap je? Maar het is ook wat de tegenspeler gaat doen, toch? Als de tegenspeler bijvoorbeeld, je kan jou beroven, maar je kan ook een soort van, we kunnen ook een heel verhaal ervan maken. Snap je? Dat is het ding. En voor mij van die opnames is dat leuk, maar sommige mensen gaan er iets te diep in, sommige weer niet. Maar hoe een complottheorie, zeg maar? Nee, gewoon meer. Weet ik veel, wij spelen allebei. Ja. En ik zeg tegen jou van, oké, dat is maar, ik ga eerst jouw waggie afpakken. Dan rijden we daarheen, dan pak je weer die waggie af. En dan, dat bedoel ik. Maar dat is een soort complot eigenlijk. Ja, gewoon complot. Ja, ja. Ja, je kan het boven, het gekste ding wat ik je zeg, als wij nu bijvoorbeeld een overval hebben gedaan en met die motorbende waar ik mee omga, ik kan niet zomaar gelijk terug naar die club rijden, want als de recherche dat ziet, bro, ze komen bij jou invallen en zo. Wat gaat diep, het gaat diep. Man. Maar hoe kunnen ze dat zien dan? Ja, bro, als ze toevallig een observatie op jou hebben. Sommige mensen zijn echt bezig met observaties op bepaalde publicities. Ja, bro. Maar het is gewoon in de game. Het is echt gek, man. Maar wat ik je zeg, sommige, ik vind het gewoon leuk om af en toe te spelen. En vooral voor die opnames is het leuk. Maar sommige mensen gaan er ook echt te diep. Om het te kijken vind ik wel flexie. Ja, zeg je echt alleen op PC, hè? Ja, alleen PC. Maar jawel, je gaat nieuwe wereld voor je open, bro. Maar jullie gingen ook, ik zag... Ronnie Flex nagemaakt of zo. Ja, toch? Die zag ik. Razi kan goed stemmen. Dus daar ging hij Ronnie Flex naar doen. En ja, gewoon. Gek. Het is gewoon content. Maar het is lijp, man, bro. Het is lastig om uit te leggen. Maar als je het eenmaal ziet, bro, denk je echt van. Nieuwe wereld gaat voor je. Ik ga checken, man. Ik heb het zelf nog niet gecheckt, man. Ja, maar bro, ik heb het zelf zo heftig. Dat in die spel, bro, ik moest een naam verzinnen, toch? Ik wist niet wat ik moest doen. Ik snap het niet. Ik zeg gewoon Peter Piet, bro. Nu eens dat heel die Peter Piet wordt begrip. Ik loop buiten, mensen zeggen: hé, hey, Peter Piet. Het is leuk, man. Het leek alsof je ook een soort van stem opzet in die shit. Ja, ja, op een gegeven moment, dat is het. Ik bang voor die shot, hè? Je gaat het begint al sinds de shotglas. Nee, maar het leek alsof want je bent gewoon boos. Nee, maar je bent boos, toch? Je gaat op een gegeven moment. Ik denk op een gegeven moment was ik die guy die een soort van. Ik had altijd zo'n masker, toch? Als ik zo overvallen ging doen met zo'n paard en zo, toch? En dan was ik, zeg maar, altijd die boze guy, toch? Die allemaal. Je moet een soort van. Het is eigenlijk een soort van acteren wat iedereen daar doet, toch? Ja. Dus je hebt mensen die lijpen op iemand. Het is eigenlijk gewoon een soort van paardenclub met thema. Zo kan je dat zien. Maar vaak er worden ook wiepjes gegooid. Nou, dat niet, man. Maar ik wil het vragen. Er is wel een stripclub daar. Hé! Hey. Maar met mensen die dan zeg maar ook echt strippen? Nee, dat niet echt, man. We hebben... Kijk, dat is ook weer zo'n scenario. Dus op een gegeven moment, we ontvoeren zo'n guy. We hadden hem, zeg maar, bedreigd, zeg maar. En we zeiden van, we zoeken... we zoeken iemand anders. Die had iemand anders van die gang een keertje gestoken. Dus we zochten hem. Ja. En we hebben hem, die matties laten bellen van... Hey boys, kom naar de stripclub toe en zo. Vissa hier en zo. Zijn die drie boys daar gekomen, bro? Hebben we ze ontvoerd. Daar hebben ze doodgeschoten. Ja, dat is loud, toch? En wat als je dood bent? Als je dood bent, dan... Je kan gewoon weer terugkomen en zo. Maar je mag niet meer revenge nemen. Je bent een soort van alles wat er is gebeurd. Ben je vergeten, zeg maar. Ik wil graag diep, man. Gek. Bro, ik snap wel dat je, zeg maar, op een gegeven moment, als je echt diep erin zit, dat je mensen. Maar wanneer speel jij dan? Zeg maar, s'nachts gewoon? Of overdag, zeg maar. Kijk, vrije zondag. Nu speel ik bijna niet. Maar meestal als ik speel, doe ik gelijk opnames. Gelijk gebruik van mij. Ik zat laatst erover na te denken, man. Stel je voor, je kan gewoon money maken door gewoon PlayStation te spelen. Ja, er zijn mensen die echt... Dat is gewoon eigenlijk gekke... Vooral in Amerika, er zijn echt multimiljonairs gamers, man. Dus gewoon, als je kijkt naar die ninja en zo, bro, man, tekent een deal voor je, weet ik, voor 100 miljoen of zo. Hij speelt Fortnite volgens mij, toch? Ja, man. Ja. Bro, die man tekent ergens anders, die bedrijf gaat failliet, hij heeft alsnog die money gekregen, hij komt weer terug naar Twitch. Die man drijft, man. Maar hoe denken jullie dan over die metaverse shit en zo? Dat wou ik net zeggen, die NFT. Ja, man. Ja, ik weet niet, man. Digitale wereld, toch? Ik heb het gevoel dat mijn mensen, zeg maar, dat mensen die mijn shit kopen, zeg maar, gewoon mensen zijn die houden van fysieke shit. Ja, en echte shit. Oké, maar we hebben allemaal kinderen hier, toch? Mm-hmm. Dus mijn dochter is 8. Bro, ik weet zeker, als ik tegen mijn dochter zeg, oké, ik heb Pokémon kaarten voor je, hoe wil je ze hebben? Fysiek in je hand of op je iPad? Ze zegt 100% haar iPad.
Ik denk dat dat echt de nieuwe generatie is. Denk je? Jawel, man. Ik denk dat de toekomst is, man. Ja. En dit is, nu heeft iedereen zo'n discussie erover, maar deze discussie was er ook over telefoons, toch? Dus iedereen zei van, een mobiel, waar slaat het op? Ja. Kan je toch gewoon thuis bellen? Oké, weet je wat kronkel in mijn hoofd is, zeg maar, dat ik net gewoon fucking veel platen verkocht heb. Ja, ja. Dus zeg maar gewoon echt, hoe noem je dat? Vinyl. Dus ik vind het, ik snap het. Maar dat is onze generatie. Ja, maar dat is maar nog net die generatie. Maar dat is hetzelfde met, zeg maar, dat ze zeggen over bitcoins. En dat mensen, zeg maar, geen cash. Bro, hoeveel mensen hebben nog cash? Snap je, hoeveel mensen weten niks anders dan cash? Ja. Begrijp wat ik bedoel? Want er zijn ook gewoon genoeg mensen, zeg maar. Tuurlijk, de toekomst, oké, weet je. Maar er zijn ook gewoon genoeg mensen, denk ik, van. Er gaat sowieso een groep blijven die. Die dat gaat blijven doen. Ja, ja, maar niet. Zeg maar, Ari gaat zeggen, no, wat. Maar. Moet ik nog downloaden? Maar met bitcoins heb ik wel, zeg maar, wat ik wel heb, zeg maar, is van, ik ga niet mijn eigen money erin stoppen. Maar wat ik wel zoiets heb, is van, oké, dat is van, als jullie mij willen betalen in bitcoins, cool. Ja, snap je wat ik bedoel? En ik heb meer zoiets van, er zijn heel veel mensen die, zeg maar, aan het stressen zijn over bitcoins nu. Toch? Van, oké, je moet bitcoins, je moet nu instoppen, bitcoins en dat soort. Cool, is goed, kan, weet je, maar uiteindelijk, zeg maar, als bitcoins, zeg maar, alles gaat roelen straks, dan gaan mensen ook betalen in bitcoins. En dan moet je gewoon een joint hebben, zodat je bitcoins kan verdienen, zeg maar. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Dan blijft het, uiteindelijk blijft het, zeg maar, een soort van hetzelfde, toch? Of zeg ik iets raars? Ja, dat is wel, kijk, wat ik denk is, kijk, nu zitten er echt veel mogelijkheden in. Het enige wat het echt, zeg maar, kan stoppen, is dat straks, als overheid nu zegt, oké, dit is de digitale munt nu en alleen dit gaan we gebruiken. Dat is wat ik snap. Je? Maar wat doe je er tegenaan, zeg maar? Ja, man. Ja. Maar, die metaverse gaat verder dan alleen dat. Het is ook die VR-wereld en zo. Dus net zoals, zeg eigenlijk maar, gewoon wat je net uitlegt. Ja, wat ik uitleg, maar dan, ik geloof er echt in, toch, dat over, ik weet niet of wij het nog gaan mee, misschien wel, maar ik denk over 50 jaar gaat het, zeg maar, zo zijn dat jij gewoon, gewoon in een metaverse wereld, dus in een soort van, kijk, het VR nu is eigenlijk, als we zo'n bril op hebben, je ziet alles nog een beetje cartoonisch, toch? Ja. Er gaat een moment komen dat hoe wij nu zitten met elkaar, dat je dat ook gewoon in real life met zo'n bril op gaat kunnen zien. Ja. Op het moment dat er is, ik denk eerlijk gezegd dat het niet goed is voor de wereld, maar ik denk wel dat dat eraan zit te komen, maar over zoveel jaar, dat de technologie zo is, dat wij gewoon nu zo zitten, maar dat we eigenlijk gewoon allemaal thuis zitten met een bril op. Ja, ik geloof daar echt in, man. Ja, PlayStation doet het als ik maar soort van een beetje. Ja, man. Nee, maar ook met die NFT's, man. Ja. Het is gewoon een digitale wereld. Ja. Weet je. Ben je erin? Zelf nog niet helemaal, maar ik ben wel aan het verdiepen, man. Ja. Wij gewoon als geheel, wij broederliefde, zeg maar. We zijn ook benaderd door bepaalde platformen, zeg maar, om shit te maken. Ja, toch? Ja. Gewoon, want het is wel tof, zeg maar, om, weet je, ik heb er, zeg maar, zelf ook gewoon over nagedacht en met die boys over getakje van, hoe tof zou het zijn als je bijvoorbeeld die, ik noem maar even wat geks, die albumcover van Hard Work Pays Off 2 bijvoorbeeld, als je dat als NFT hebt bijvoorbeeld, dat is heel gek. Of jij als Bandy Hefvermogen 1 als NFT, is heel gek, is een classic shit, je weet toch? Dus waarom niet? Maar ik ben het er wel van over eens, zeg maar, dat je wel moet verdiepen voordat je ergens soort van erin gaat, je weet toch? Ja, precies. Dat. Weet je wat ook gek is? Ik zag zo'n artikel dat ze eigenlijk willen dat ze jouw hersens, zeg maar, zo kunnen kopiëren. Dat stel je voor, je gaat dood, zeg maar, dat jij, zeg maar, in een soort van second world of zo nog gewoon die persoon bent die je nu bent. En ik denk niet dat dat ergens iets goeds is, maar het is wel lijp. Ik check een serie, volgens mij heet Blacklist. Ik weet wat je gaat zeggen nu, man. Die Blacklist, toch? Hoe heet het? Iets met Black, inderdaad. Oh, Blacklist. Nee. Dat zijn die vliegtuigen. Nee. Wauw. Ik weet precies wat je bedoelt. Mirror is het, toch? Niet Black Mirror, ook niet Black Mirror. Oh. Nee. Dit is op HBO. Dat bedoel ik wat anders. Nee, op die andere. Hoe heet die andere? Amazon? Prime. Prime Video. Ja. Hey, shout out naar Prime, man. Maar die Tori? Je pakt weer een bag. Nee, maar er is één serie daar, zo, zeg maar, waar ze jouw ziel, zeg maar,
kunnen uploaden in een bepaalde soort. Dat is gek, man. Dus ze kunnen jouw ziel, zeg maar, soort van uploaden in een bepaalde, in een andere wereld. En dat is gewoon een soort van andere wereld. En daar word je soort van, ja, verzorgd. Je kan daar gewoon chillen. En mensen kunnen dan gewoon bellen met jou. Kost wel fucking veel money, maar ik weet niet hoe die serie heet, man. Maar dat is helemaal niet zo, weet je, als wij zo'n serie zien, denken we van onrealistisch en zo, maar het zit echt veel dichterbij. Ja. Als wij nu 20 jaar geleden tegen jou had gezegd van, joh bro, weet toch, over 20 jaar hebben wij een telefoon waar wij met elkaar gewoon kunnen facetimen, dat is onmogelijk. Mensen zouden je voor gek verklaren. Ja, je had internet op je telefoon, ja. Terwijl eerst was het nog met inbelverbinding. Oh, Klopt. Dus deze is sneller soms dan sommige reviews. Ja bro. Soms of heb je over betalen zo met je telefoon. Betalen met telefoon was ook gek. Het enige vraag die ik altijd heb is van, is het per se iets goeds of zo? Of juist slecht of zo? Daar zit ik een beetje tussenin. Het van, is, ja. Ik denk, de mensen gaan meer onder controle staan, zeg maar. Dat onder is controle, het, zeg maar, je gaat gewoon minder. Onder controle van, dat is het eigenlijk. Ja, je gaat ook minder gebruik maken van je hersenen. Dus zeg maar, dingen zoals rekenmachine, zeg maar. Stof is makkelijk, maar zeg maar, vroeger kon je gewoon heel makkelijk uitrekenen wat weet ik veel. 12 keer 5. Dat is de bedoeling. Maar al die kids allemaal, hebben allemaal op school hebben ze allemaal iPad en zo, man. Allemaal digitaal. Die boord is digitaal. Ja, man. Ja, man. Lerares doet gewoon woep, woep. Ja, man. Is lui, man. Ja, man. Wij komen van krijt, bro. Ja, man. Oh, nee. Ja, man. Ik kon niet tegen die geluid, hè. Schoonmaken. Ja, toch. Schoonmaken. Ja, man. Meester, juffrouw heeft ding op bord geschreven, 8 uur in de 8:30. Ja, man. Ja, wegvegen. Snap je, broer? Ik was die guy. Daarna kwam stift, kwam die whiteboard. Ja. Oh ja. Die heb ik niet eens meegemaakt, man. Of, wel. Misschien laatst. Maar ook die, zeg maar, die soort van met die papieren zo. Hoe noemen we die? Zo'n present. Ja, met die papieren die zo gewoon breken gooien ook, zeg maar. Die heb ik wel meegemaakt. Weet je, toevallig had ik nog van. Als je nu ziet, zeg maar, die generatie waar wij allemaal dan in zitten en wat het nu is, bijvoorbeeld. Is het echt lijkt dat het ook. Ik heb bijvoorbeeld dan. Praat ik met mijn editor, hij is 19. En dan praat ik met hem. En dan zeg ik bijvoorbeeld. Ken je THC of zo? Ja, toch, dat soort dingen. En ze kennen dat allemaal gewoon niet meer, man. Bijvoorbeeld zelfs opposites. Ja. Ze zeggen, wat is opposites? Klar. Dat ik echt dacht van, maar bro, hoe kan dit, zeg maar? Klar. En dan merk ik van, oké, dit is die. Hier zit die kloof dus. Ja. Ja, maar zelf heb ik het ook met. Ik heb ook het gevoel dat. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar bijvoorbeeld een NBA Youngboy en zo, toch? Dat is echt iemand die nu aan is, toch? Mm-hmm. Maar voor mij is het niet het gevoel alsof 50 Cent was echt een happening of zo. Ja. En hij draait ook de gekste streams, maar het nee, er zijn gewoon veel meer tegelijk nu. Dat is het, bro. 50 was gewoon 50. Toen 50 ja, was gewoon 50. Ja, ja. Nee, dat was gewoon hetzelfde. En dat is ook, zeg maar, het gekke met waarom je net, zeg maar, soort van de bloemen aan Kevin probeert te geven, zeg maar. Want dat is lang niet geweest, zeg maar. Er was altijd, zeg maar, een soort van 2 niggas tegelijk of 3 niggas tegelijk, zeg maar. En nu is Kevin eventjes die guy. Ja. Zeg maar. Wat kan jij hem als Ems, als broederliefde, wat kan jij hem meegeven, zeg maar, over de nummer 1 niggas? En misschien daarna, en dan. Kijk, weet je wat het is? Wat wij sowieso gemeen hebben, zeg maar. En dan praat ik gewoon vanuit broederliefdesperspectief, want we zijn allemaal zo. Is we komen gewoon allemaal uit Rotterdam, weet je. En we hebben toch, zeg maar, die terughoudende underdog. Zeg maar, als kleine jongen, zeg maar. Het is uiteindelijk, zeg maar. Het is nooit voor ons, zeg maar, een. Dit is nooit een jongensdroom geweest, als ik eerlijk ben, snap je? Ja. We hebben er nooit over gedroomd. Wij wilden voetballer worden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan, zeg maar, omdat dat, zeg maar, niet is gelukt, zijn we door onze. Snap je? Maar hebben wij ook, ik weet niet, man, wij hebben ook heel veel dingen uit voetbal meegenomen. Hebben we meegenomen om, zeg maar. Die ik toen, zeg maar, dat ik die discipline niet kon opbrengen, dat ik nu wel doe. Ja. Omdat ik weet, zeg maar, van. Precies. Je hebt het al gezien van, als ik het opfok, dan. Snap je? Precies, dat, zeg maar. En dat hebben we heel erg gemeen. En ook gewoon, zeg maar, we zijn heel bescheiden, terughoudend, weet je. Precies, je zegt net tegen Kev van, nee, je bent de man van het moment. Ik herken dat, bro. Ja. Zo waren wij ook. Precies. Zijn we nog steeds. Ja. Snap je? En. Want jullie kosten nog steeds 25 douzen. Wat zei je? Ik zei, jullie kosten nog steeds 25 douzen. Ik hoor je. Ja, nee, kijk, los van de gage en dat soort dingen. Zeg. Wat ik kan meegeven als Brada zijnde, gewoon oprecht, is gewoon.
geniet van het moment. Het is moeilijk om te genieten van het moment. Ja, toch? Ja. Maar als ik dat kan meegeven, bro, geniet van het moment, man. Is niet alleen voor Kev, is ook gewoon voor snap de nakomelingen, gewoon de volgende generatie. Probeer te genieten, man. Dat is... ja, daarom, je moet beseffen dat het moment zeg maar, straks misschien voorbij kan zijn, snap je? Dat moet je ook dat hebben. Dat is de ik zal nooit in paniek raken of wat dan ook. Want je als, als mijn, weet ik veel, ik noem maar wat, als mijn volgende plaat niet te verwachten, weet ik veel. Ik zal niet in paniek raken of zo, snap je? Nee, maar ik heb het gewoon over, zeg maar, gewoon, weet ik veel, ik heb het gewoon over optredens, toch? Zeg maar, optredens. En dan, dat is zeg wel maar, anders. En dan, vroeger was je misschien zeg maar, om 10:30. En nu ben je zeg maar ja, die guy die... Ja, dat is wel anders zeg maar. En die guy die, die afsluit. Ik sta op die stage. Op die, je staat op main stage. Op, ja. Weet ik veel. Vroeger kom je naar festivals. Maar dat voelt echt van... Daarom ben ik blij. Moest je samen met Basila en Eitje Waka. En nu word je opgehaald in die karretje. Ja, ja, ja. Kevin is er jongens. Kevin brengen naar de ja, stage. Ja, klopt, klopt. Dat soort dingen zeg maar. Maar daar, ik ben blij dat ik zeg maar zo ben gegaan. Dat, en niet in één keer zeg maar dat ik dat bro, allemaal heb meegemaakt. Dit wat jij nu zegt, dat wou ik eigenlijk zeg maar daarom erbij kan zeggen. Ik nu het moment echt waarderen en kan ik, weet, dan besef ik van... Maar dat is ook de only way. Ik heb hiervoor gewerkt, nee, weet je. Nee, is niet de only way, maar dat wou ik eigenlijk, dat wou ik gewoon zeg maar eigenlijk bij Kev ook zeggen van, zeg maar van dichtbij. Zijn proces en zijn karakter, zeg maar, die gepaard gaan, dat is eigenlijk zeg maar wat hem maakt uiteindelijk. Ja. Want je hebt heel veel eendagsvliegers, die zeg maar komen, één hitje of één dit en dat en... Bam, ik heb van dichtbij gezien. Wij hebben die zelf ook meegemaakt. Gewoon stap voor stap. Oké, je maakt dit mee. Je, maakt dit. Je kan echt zeg maar moment op moment kun je zeg maar opnoemen en zeg maar weer vertalen. Ja. En daarom het enige wat ik Kev kan meegeven als brother zijn, is gewoon genieten en beseffen waar je nu staat en wat je allemaal meemaakt. Je weet toch? Dat is mooi. Ja. En ja, voor de rest natuurlijk, ik heb zin in de zomer. Gekke zomer wordt het. Mijn festival hier in de Kuip. Lekker man. Wat gek, toch? Oh, dat is wel mooi. Dat is wel gek ook. Weet je wie dat ik heb meegemaakt? Spanker en Friends. Ja, ja, ja. Negeer het niet. Negeer het niet. Wat ga je doen? Wat is dit, Tori? Leg mensen uit. Wat ga je doen? Op mijn festival. Spanker en Friends. Wie gaat allemaal komen? Ga die show niet snitchen gelijk. Ga die show niet gelijk snitchen. Maar je weet toch? Ik heb veel vrienden in de game. Ja. Maar gaat Joe wel zien, toch? Tuurlijk. Dat is mijn guy. Dat is mijn guy. Zeg maar... Het is gewoon ook even kijken wie die dag beschikbaar is, maar sowieso, als jullie het niet kunnen, heb ik genoeg liedjes om te draaien, denk ik. Mm-hmm. En eventjes een beetje... Volgens mij ben ik dezelfde dag als ik. Gewoon, ja toch, als Kevin even op stage springt. Ja, joh. Yeah? We hebben ook een paar, paar plaatjes. Ja, kan misschien ook eventjes komen. Kunnen ook even een paar dingen doen. Oula, sowieso. Ja, snap je? Ja, ik kan ook even over met broederliefde. Broederliefde. We hebben ook een paar. We hebben allemaal wel wat ja, maar ik vind het sowieso gruwelijk dat zeg maar, dat zeg maar na zo'n coronatijd en hele, ja, iedereen heeft in een fucked up shit gezeten, onzekerheden en alles, dat gewoon zeg maar hun als organisatie gewoon dit kunnen neerzetten, ja, gewoon de Kuip. Het is gruwelijk. Elke ja, man, toch, gek. Gruwelijk. Ik heb meegemaakt, wanneer was de laatste, was dat in 2019 volgens mij? Met oom mij? Ik weet niet of het 2019, maar ik was er even bij een festival, was ook bij de, dan hebben die arena op de achtergrond, toch? Was dat? Dat is ook een festival. Ook mij is dat. Ook mij. Ja, maar dat nee, wat ja, maar hij is welk rare dingen. Hij zegt rare dingen. Wat zeg ik? Hij zegt rare dingen. Dat was bij Arena Park, toch? Bro, hij zegt rare dingen. Ik heb een vloekje in de vloekje. Oh, zo. Een vloekje, bro. We zijn op heilige grond, maat. Ik wou wat vertellen, bro. Weet je wat er gebeurde? Ja. Dus ik ben naar een festival. En ik was met mijn wifey. Mijn wifey is naar een festival, bro. Nu, we maken een foto, toch? Mm-hmm. Ik zet die ding online. Het ding staat misschien 10 minuten online. Ik zie om meer reacties. Ik zie staan, mooie stadion. Ik heb ongeveer die stadion op achtergrond gegooid. Maar ik heb die foto direct op lijn gehaald, heb ik hem ingekropt opnieuw op de grond gezet. Zo diep zat het, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, maar mooi dat het nu hier wordt gehouden. Leuk, mooi, tof. Thuiswedstrijdje. Spaan, geef ons primair, man. Primair van wat? Van die show? Hij heeft al veel verklapt net, man. Ja, zo. Wat heel die show. Nou, die artiesten, die doet al internationale dingen. Internationale artiesten voor ze verwachten. Nee. Kan ook niet veranderen misschien nog? Ben je ermee bezig? Nee, voor dit optreden was dat niet het plan, zeg maar. Maar ik je weet maar nooit. Een paar, als je wil, ik kan... Ja, hij heeft contact met de... Ja, toch? Nee, sowieso, vanuit producerskant is het wel tof dat die hele dikke line-up sowieso... Mm-hmm. Zeg maar, heb je niet iemand zeg maar, waar je contact mee hebt of dat je denkt van, hey, vanuit die misschien een samenwerking als ze hier zijn of zo? Van een artiest die gaat optreden. Die gaat optreden. Je hebt
Ik zie Lil Baby, Lil Durk, ik weet niet wie allemaal. Er zijn sowieso een paar, zeg maar die D-Block Europe heb ik met Frenna een keer op poko gemaakt, Ablo. Moet eens eigenlijk studio intrekken, man. Rema misschien. Rema, kijk, Rema is echt gek, man. Gek. Ik vind hem echt, ik wil zijn show ook echt zien, zeg maar. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik vind, hij is volgens mij 21 pas, maar zijn stem, wat hij ermee kan, is echt crazy, man. En ik vind die tag van hem ook gek, die Anada Banga. Je weet toch, Anada, als je dat hoort, weet je al, is gezegd. Anada Spanka, hij moet op switch. Snap je? Ja. Hij kan op zo switch. Maar het zou gek zijn, gewoon. Weet je wat het is? Kijk, vanuit optiek, vanuit artiesten, weet je, is het altijd lastiger, de taal en alles, weet je. Tuurlijk, we komen dichter bij elkaar, zeg maar. Vooral tegenwoordig zie je ook gewoon dat iedereen met elkaar samenwerkt. Maar als producer zijn, dan heb je zeg maar niet echt een imago nodig of een gezicht nodig voor jouw kwaliteit, je weet toch? Nee. Dus het is, en je maakt gelukkig een beat. Het gaat gewoon om je beat, hoe goed is je beat. Snap je? Maar of tenminste ook weer niet. Want ja, uiteindelijk komt het er ook gewoon weer op neer, zeg maar, qua netwerk van wie ken je. Je moet weer iemand kennen, zeg maar. Het is niet wie je bent, wie je kent, maar kwaliteit spreekt ook, bro. Ja, tuurlijk. Je hebt sowieso met een aantal internationale artiesten gezeten om iets te maken. Maar dan heb je denk ik ook heel vaak dat, oké, ze springen al op een beat, maar er is ook een grote kans dat die tune nooit uitkomt ofzo. Ja man, zeker man. Het is gewoon, basically is het gewoon weer op nul beginnen eigenlijk, man. Dus wel met de ervaring die ik heb hier van Nederland qua sessies en dingen doen en zo. Maar hun kennen mij gewoon niet, snap je? Ja. Of tenminste, er zijn wel artiesten die me kennen. En dat weet toch, ik merk ook steeds meer dat dat gaat leven. Maar, Spankito! Basically is het gewoon echt op nul beginnen. En gewoon, weet toch. Maar vaak, ik merk wel gewoon, weet toch, als ik zeg maar mijn shit laat horen of in die sessie gewoon iets flip. Dat ze dan wel gelijk zoiets hebben van oké. Ja, maar zeg maar, wat is nodig? Want ik weet 100%, zeg maar, stel je voor, die contact komt tussen jou en Rema bijvoorbeeld, of die CK of wie het, een van die artiesten. Mm-hmm. Als jij met hun in de studio zou, en niet alleen jij, zijn genoeg producers die zeg maar in de studio zouden kunnen duiken. Maar als jij 5 beats laat afspelen, weet ik 100% dat ze denken van Mattie. Wie is dit? Mladic. Naar hard. Dus wat is zeg maar. Naar hard, dus melodic. Wat is dan zeg maar die doorslaggevende tory van Weet je wat die shit is? De muziekwereld is best wel gek. Zeg maar, bijvoorbeeld, ik maak misschien in een jaar 3 barkie pokus. Banko komen uit. Misschien minder. Zeg maar, snap je? Dus het is sowieso. Je schiet taal te vaak, zeg maar. En je raakt maar een paar keer, zeg maar. Je weet toch? Dus daarom moet je gewoon blijven schieten, gewoon blijven werken en niet te veel blijven hangen bij één pokoe. Toch, als je een sessie hebt gehad met zo'n grote artiest, tuurlijk, het is tof. Maar je moet niet gaan dromen en denken van, ik heb nu een sessie met Rema gehad bijvoorbeeld. En alles, je hele leven daarop gooien, zeg maar. Snap je? Dus gewoon doorgaan, blijven doorgaan. En je gaandeweg ga je horen van, die shit komt uit of die shit komt niet uit. En weet je toch, er zijn heel veel dingen die gewoon, om een of andere reden niet doorgaan of zo. En is jammer. Nee, maar het wordt er wel. 100%. Je kan het ook van die andere kant bekijken. Je kan ook zeg maar onderaan die lijst beginnen. En misschien een internationale artiest pakken die zeg maar juist opkomend is. Zo kun je hem ook benaderen. Ik denk, dat is ook zeg maar, als ik naar Nederland kijk, hoe ik zeg maar het hier heb gedaan. Is dat ook zeg maar wat ervoor heeft gezorgd dat ik zeg maar. Naast dat ik goede muziek met hen heb gemaakt met de artiesten. Heb ik ook gewoon een goede band met hun, zeg maar. Snap je? Klopt. Ik kan letterlijk iedereen gewoon nu bellen. We zijn gewoon vrienden, zeg maar, snap je? En dat komt ook omdat we samen vanaf een bepaald punt hebben gewerkt, zeg maar. Snap je? Met Joe, ik was skeer met die man in de studio, slapen op de grond. Klopt. Samen gebouwd naar een misschien wel ertoe bijvoorbeeld. En de andere nummers daarna. Wat gewoon, is gewoon gek, man. Mm-hmm. Dat je dat samen meemaakt. Die ervaring, gewoon die soort trip, zeg maar. Dat is gewoon. Ik koeste dat meer. Is gewoon die, snap je? En zo heb ik dat met, ik hoor, met ik deze hoor, man. Ik hoor, ik hoor, met hem ook weer, met Frenna. Snap je? Is gewoon. Wie zijn de leukste sessies dan? Leukste sessies. Wie draait de beste assies? Dat weet je vragen. Wie kan je meest lachen? Dus wie kan je het meest lachen tijdens sessies? Bro, als ik hier altijd op ga geven, ga ik boze gezichten krijgen. Dat weet hij niet. Dat weet hij niet. Ik wacht nog op eentje. Wie geeft de gekste massage? Zeg maar nu. Bandy, fuck. Nee, maar. Nou, je wil echt antwoord op die vraag? Kevin wel, denk ik. Nee, is.
kan ik niet. Kan eerlijk zijn. Je gaat nu politiek correct. Je gaat politiek correct. Nee, maar ik ga niet politiek correct. Tuurlijk. Maar ik snap het wel. Ik vind iedereen leuk. Ja, maar Bo, het is lastig. Nee, maar je hebt lauwe sessies. Nee. Met Bo, ik zeg eerlijk. Met jou sluit. Maar Kev ook. Joe ook wel, man. Maar weet je wat de toren is? Ik heb zeg maar ook kaka sessies bijvoorbeeld met jou gehad. Of met jou. Of zeg maar. Of sessies die er minder toe deden, zeg maar qua. Verschillende sessies. Dus het is, ja, je weet toch, het is moeilijk te zeggen, maar. Met die vibe. Ja. Gewoon, basically, voor mij sowieso is dat belangrijk dat ik wat gewoon. Wat is een goede sessie? Laat me zo zeggen. Als je volgende ochtend elke app van. Vuur. Ja, man. Pokus. Maar en ook gewoon. Weet je waar ik van hou? Tuurlijk, zeg maar, werken is belangrijk in die sessie. Maar voor mij, jullie weten, ik maak heel veel shit ook gelijk on the spot. Snap je? Ja, ja. En ik geloof gewoon, like, die energy die elkaar geeft op dat moment in die ruimte, zorgt ervoor. Dat ik ook die beat kan maken, zeg maar, op dat moment, zeg maar, snap je? En, Vind ik altijd het moeilijkste, zeg maar, van een producer, toch, zeg maar, van... Oké, er zitten allemaal rappers in een studio... en jij moet nu, zeg maar, een soort van die begin gaan... Mm-hmm. Gaan... Zeg maar, zonder, als jij niks maakt, kan er niks gebeuren. Ja. Dus die eerste druk, zeg maar, de allereerste druk, zeg maar, is op jou... Mm-hmm. En dan komt die druk weer op die artiest, maar dat vind ik leuk in die sessies, toch? Ja. En ik heb ook soms, zeg maar... Soms ben ik ook laat voor de sessie. Dus het is alweer een extra pressure die je zet van, die ding is ook nog laat. Dus nu kom ik daar pull-up. Tas gaat open, lepje daar, pap. En in sommige sessies staat hij er binnen 10 minuten, weet je toch? Ja. En dan ben ik aan het chillen. Nu is die druk bij jou. Ja. Kaats. Precies. Maar soms zit er ook wel van die sessies tussen, wat hij helemaal niks uitkomt. Maar dat het wel gewoon heel de avond gezellig wordt. Precies. Maar daarom. Daarom zeg ik van, die gesprekken voeren en maar zo. Maar die hebben ook gewoon nut, snap je? Die gaat ook gewoon, ook als het soms geen pokoe gemaakt, het heeft iets gedaan gewoon weer. Wat hij zegt, even die energy, even weer. Even om ook die takjes met elkaar te realiseren. Ik heb één keer een sessie meegemaakt met Spanker, zo. Nu we zitten in die sessie. Hij staat, we zitten in die sessie, we creëren. Maar ik kijk naar Spanker, hij staat, pap. Ik zie die man, tik. Hij staat, die man had daarna gewoon een pp'tje. Hij vond het lang duren. Ik zie het onder. Maar vertel die story goed. Vertel die story goed. Dus we zijn in die sessie. Ja, wat hij zegt, papa. Nu, inderdaad. Er was een feestje gepland. Ja. Maar op een gegeven moment, hij wordt gebeld door Frenna. Dus nu, we praten over die Tory, maar ik heb hem niks gezegd over die PP, toch? Dus nu, maar hij heeft mij ook niks gezegd. Dus daar begint die hele fat toe. Nu, hij wil nog steeds niet zeggen wat schade. Nu op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe, komt boven water van, we gaan naar die PP. Hij zegt, wow, jij bent gevaarlijk. Ik had hier ook met iemand. Deze was huurboord daar, ik heb sessie met iemand. Ik heb sessie met iemand. Geen bel mij. Yo, broer, ik kan niet vandaag, man. Dit, dat. Ik zeg, ja, toch is goed. Maar ik weet mijn achterhoofd. Ik was die sessie al vergeten. Ik kon ook niet. Want ik had ook feest. Ik ga naar daar. Ik kom op die feest. Wie zie ik daar? Die man. Ah, je kan niet. Die man moest dat draaien, zeg maar. Toevallig was ik daarbij. Grappig, hij was van de grap. Als ze zeg maar, als we zeggen, weet je wat we bedoelen als we zeggen pp'tjes? Nee, man. Ja, je weet wel, ja. Nee, hij weet wel, maar hij gaat naar andere pp'tjes. Pp'tjes zijn gewoon privé feestjes. Private parties. Oh, private parties. Ja, toch. Ja, maar, is de afkorting, pp. Ja, toch. Gewoon een, Maar broederliefde heeft, zeg maar, broederliefde. Zijn de konings. We zijn wel, zeg maar, soort van, hun pp'tjes zijn wel. Ja. Zal ik moet lozen, man, was die toch? maar praat even. Maar boys, voordat hij antwoord gaat geven, hebben jullie het invite gehad? Nee. Ik zeg gewoon. Ik heb nooit een moederliefde pink voor je gehad, bro. Anders, normaal doen, hè? Ik één keer. Normaal doen. Nee, twee keer, maar sorry zelfs. Nee, joh. Ja. Maar ik heb één keer gegaan, ik heb me twee keer uitgenodigd. Ik heb vaak in mijn brief. Maar laten we dit gewoon gelijk bij deze breken dan. Ja. Laten we elkaar gewoon, zeg maar. Broer. Edson, hij heeft me één keer vies gedaan, hè. Hij heeft me één keer vies gedaan, dus ik niet helemaal tegen een obsessie met hem. Shoshone. Nu ik kom hem tegen voor de deur, Edson, nu we roken zo praten. Ik zeg, fuck die pp'tjes van jullie, nodig me een keer uit. Maar hij zegt, ja man, ik ga je checken volgende keer. Als we eentje hebben, dan ben je daar. Ik zeg, dat is die SW'tje. Oké, dus nu ik ga naar die sessie, oké.
Op, nu, twee dagen later, vrienden check me. Yo, er is een vissa in Roffa, man. Nou, gaan we even. Ik was ergens. Ik kom naar Roffa. Ik ga naar die plek zo. Ik kom binnen. Broederliefde is daar groot. Ik kijk naar Edson en ik zeg tegen hem, jij bent een vieze Rick. Ik zie jou twee dagen geleden. Hij zegt, ik ben bij die volgende, ben je daar, bro. Ja. Hij geeft me nog die... Is die sociaal wenselijk? Nee, maar kijk, weet je wat? Hoe is het geboren dan? Hoe is het geboren dan? Kijk, die geboorte, ik weet niet precies, maar kijk, zeg maar... Volgens mij was het in... 2016, volgens mij. 2016. De eerste weet ik kan me dat goed herinneren, weet je. Was die eerste, was Shaf was jarig. Die man, je weet, die man moet, als die man jarig is, ja. President, Nationale Feestdag. Shaf Kochale jarig, groot. Shaf Kochale, ja, als die man, je weet, als die maar man is. Maar is hij dat of hij is sowieso zo. Ja, man, toch? Hij is anders, je weet toch? Dus die man moet, het is altijd anders geweest, je weet toch? In een, al hier binnen, we kijken altijd creatief van, hé. Zo'n kleine ruimte, maar we kunnen bewegen. We kunnen iets fixen, je weet toch? En vanuit die optiek hebben we gewoon, zeg maar... Was volgens mij 2016. Was La Veta Lounge. Hebben vanuit daar gewoon die broeder van mij, Daats. Hij heeft die luid bij je ook geweest, toch? Ja, dat is het, man. Vanuit daar hebben we, zeg maar, die traditie eigenlijk gewoon gehouden. En nu, kijk, nu... Nu hebben jullie een reputatie. Wanneer jullie zeggen, broederliefde PP is... Snap je? Ik wil het niet verheerlijken. Bro, broederliefde PP. Hoezo wil ik dat niet kennen? Ben je komen met je gekste Ralf Lauren? Ik zeg broederliefde PP. Wat zeg een drank. Een festi. Een PP festi, zeg maar. PP festi. Gratis drank, toch? Wat zei je? Gratis. We hebben over lounge gesproken. Gratis drank, toch? Zoiets. Ik heb over lounge gesproken. Spank had ook een PP. Maar hoe zit het met Litchi Gang PP? Litchi Gang PP, Spanka PP was... Spanka PP was wel echt, hoor. Ik ben te veel YouTube-video's aan het opnemen. Weet je hoeveel mensen mij hebben gezegd? Tot de dag van vandaag, van bro, dat was de gekste. Ja, Spanka PP was dom. Spanka PP was heel dom. Ik mis echt wat, man. Ja, het was gezellig. Ja, het is leuk. Kevin. Zeg maar, je moet... Ik kan niet met Kevin. Huh? Ik kan niet met Kevin. Chef. Was gezellig. Hey, en ik ben volgende maand jarig. Weet je wat die grap is? Die man is daar ook. Another one. Huh? Another one. Chef is daar. Ja. Snap je? Chef is sowieso daar. Was ik wel uitgenodigd. Was ik wel uitgenodigd. Onder de gordel. Hey. Geef hem. Punt op boxen. Nee, maar kijk, laten we gewoon die toren nu gelijk aan tafel gewoon officieel breken. Gewoon. Ja. Kijk, het is niet bewust. Je weet toch, het is gewoon... Die toren ontstaat gewoon spontaan, toch? Ja. Gewoon één van jullie zegt van eigenlijk... Gewoon, zijn gewoon getraind. Dat... Nou, lekker van... Nee, man, zwijgerecht. Ja, zwijgerecht. Dat is gewoon... Beste. En we hebben vaak ook gesproken. Gewoon van, hé, hoe zit het nou? Ja, maar... Nee, maar... Concurrentie, we waren ook in keer concurrentie, toch? Soort van. Ja. Zomaar, jullie waren opeens Club Blue, wij zijn Italië. Mensen zijn in de war. Waar moeten we heen? Mensen is maar gaan. Lang moet gaan. Liedje gang. Nee, collab. We zijn collab. Collab. Oh my baby, man. Oh, mijn PP'tje zal dom zijn, een rapparty. Bij films doen ze dat altijd. Pre-party. Als de film zeg maar helemaal geschoten is, dan doen ze een rapparty. Pre-party. Pre-party is ook goed. Voor pre, oh my. Pre, oh my en after party. Ja, wow. Jump in. Oh no. Gaan ik zeg eerlijk, dat is ook gek, hoor. Die, ja, hoe noem je die toren waar je kent, die trampoline ding? Wipeout? Nee, die Jump XL of zo. Jump XL, ja. Als je daar een pp'tje geeft, zo. Gaat mis. Mensen gaan raar. Helemaal mis. Ernst moet nog een shotje doen voordat hij weg gaat. Ja. Gewoon dat even afsluiten, man. Ernst moet nog een shotje doen, man. Ja, man. Wat ga je doen? Ik heb een showtje. Leeuwarden, door de week. Ciao, doe ze op woensdag. Doe je dat ook wel eens?
Door de week. Ligt er echt na, man. Nee, op woensdag wel. Bandy. Ja, man, showtje. Lekker, dus ik ga die boys even checken en dan gaan we gelijk rijden. Groet aan die boys. Alleen maar love. Sowieso, man. Man. Groetjes, man. Alleen maar liefde. 100% man. Love, je man. Zelf, je bent top een, locatie. Top. Ja? Ja, man. Ja, Rookbos, ik zag je lekker uitbreiden, man. Ja? Ja. Ja, kom maar op met die. Rotterdam schieten, joh. Kom maar op met die broederliefdecenter, zou ik zeggen, pik. Op de Erasmusbrug, of de Rommers. Nee, kom goed. Man. Dank je wel dat je er was. 100%. Jullie ook bedankt, sowieso. We gaan de tweede helft in. Wissel aan de kant. Wissel. Ja, doe jij maar. Nee, doe jij maar. Jij kan het goed. Ja, nee, beter. Met nummer 9 komt in het veld. Oefen op mij. Ik ben 14 van het veld. En zijn broeder niet. Ja, oké. Ik hoor in mijn hoofd dat ik je bied. Parima. Hoppa, jongen! Ernst, ik ga jullie later. Succes bij je show. Laat dat je moet komen, man. Ernst gaat paardje weg. Dat is de goal. Dat is de goal. Hey, die collab. Kom goed. Type collab. Collaboration. Wanneer? Ik ben ready. We zijn ready. Een showtje op woensdag is een goeie, hè? Ja, tuurlijk. Wat zijn ze? Ja, ja. Is lekker, man. Kom op, wijzen man, bro. Is jouw feestje? Dit wordt de vijfde, man. Vijfde zelfs al. Vijfde jaar. Precies. Vijf jaar jubileum ook gelijk. Yes, vijf jaar jubileum en daarom ook groot aanpakken, man. Doop. Is dat jullie grootste, zeg maar, ook gewoon gelijk? Ja, grootste. Ja. Wat zijn de dingen, zeg maar, waar je tegenaan loopt, zeg maar, bij zo'n festivalplannen, man? Van alles, man. Sowieso artiest. Ik kan me niet eens voorstellen, zeg maar, wat je gaat doen met iedereen zijn pis. Ik geef maar een voorbeeld, zeg maar. Weet je, wat ga je niet? Predicties en zo. Ja, toch, maar dat is hoeveel bedrijven die komen het gewoon ophalen. Ja, maar je hebt toch ook van die. Zo'n hele lange pisbak waar iedereen naast elkaar zit. Ja, dat is één lange, zeg. Ja, maar waar gaat het heen? Bro? Ja. Zeg maar, dat moet jij fixen allemaal die dag. Begrijp je wat ik bedoel? Waar begin je eigenlijk, man? Waar begin je? Je begint eigenlijk, het eerste gesprek begint eigenlijk je locatie en dan je vergunningtraject. Daar ga je vanaf daar. Alles doornemen. Ja. En dan de artiesten. Precies. Eerlijk, Nederlandse artiesten kunnen misschien moeilijk zijn hier en daar, maar ja, internationaal is toch andere level moeilijk. Ik zeg je eerlijk, elk jaar wordt het gekker en gekker, man. Ja. Dat is echt, elk jaar komen ze met gekke eisen, elk jaar worden de prijzen ook duurder. Ja. Maar en nemen ze ook heel veel mensen met ze mee, toch altijd? Dus iemand komt bijvoorbeeld uit Amerika, ja, maar je moet een entourage van 10 man of zo meenemen. Wiz Khalifa hadden we iets van 30 man over te doen. Toen moest ik nog hotels gaan betalen. Dus ik was aan het zweten, hè. Dus ik denk, fuck, 30 gasten en ze willen allemaal gekke kamers. Yes. Hij wou een eigen kok. Moesten we een speciale plek gaan regelen. Het was gewoon niet te doen, man. Ja, 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 ja. Kreeg op een gegeven moment waar ik gewoon ruzie mee te maken. Precies. En dat vind ik dat gekste, zeg maar, van die Amerikaanse artiesten, toch? Want zeg maar, hun spelen allemaal super relaxed en humble. Ja. In interviews en zo, zeg maar, in backstage. Ja, tegen die mensen, zeg maar, die toch? Doen ze, ja. Er zijn een aantal die zijn echt humble, gewoon, weet je. Wie zou jij humble noemen? Meek Mill, man. Zijn jij een relaxe guy? Ja, hij was een relaxe guy. Hij heeft wel echt gewoon, hij is nog twee dagen opgetreden. Of zo'n hard. Ja. Wat kost Meek Mill? Of mag je daar niks over zeggen? Nou, het zijn in ieder geval. We hebben Meek Mill natuurlijk wel in. Even kijken. Ik denk dat er rond een goede periode rond twee is, denk ik. Twee ton praten we ja, toch? Ja, precies. Ja, die 2K ja. Denk ik. Dan laat ik gewoon elke weer aan komen. Nee, dat zijn wel prijzen echt waar je moet verwachten. Ja, precies. En dat zijn nog wel de goedkope artiesten, laat me zo zeggen. Precies.
Heb je Drake ook gecheckt? Want, ja, man, bro. Ik heb ze allemaal gecheckt. Wat kost de Drake? Wat vraagt Drake? Bro, het is gek. Die zit in een paar milies, man. Echt? Ja, man. En dan praten we over half uur show, uur show? Of... Uur show. Gewoon maar volle show. Gewoon volle concert show, laat me zo zeggen. Een paar milies. Maar als je drie milies... Een paar milies. Ja, ik ben zelf heel erg fan van Eminem. Ja. Ik dacht, we moeten dat gewoon een keer proberen, want... En ja, ook een paar milies. Maar voor een paar milie, dan moeten ze bij je thuis schoonmaken. Maar je kan niet iemand een paar milie geven waar ik om half uur thuis ben. Ja. Maar je gaat bij mij thuis slapen. Je moet beseffen dat deze guy, zeg maar, gewoon... Dus net als hoe jij, zeg maar, weet ik veel, door een of andere fucking rijke Nederlander geboekt kan worden. Om, kom eventjes chillen, ik wil eventjes lachen met QC. Ja. Zo worden hun geboekt naar Dubai, bro. Ja. Zo worden hun geboekt naar Afrika. Ja. En die guy geeft hem gewoon 3 miljoen. Ja, chill, kom even chillen. Ja. En dan, zeg maar, de standaard wordt, zeg maar... Inderdaad. Dat is toch de shit. Maar heel vaak krijg je die artiesten ook niet, hè? Want ze hebben natuurlijk ook bepaalde deals met bijvoorbeeld Live Nation en zo. Precies. Dan kom je er gewoon niet doorheen. Maar ik zou waarschijnlijk geen Beyoncé kunnen boeken. Ook al zou ik het geld hebben. Zou het niet lukken. Je hoeft niet per se naam te noemen. Als het kan, dan mag het. Ja. Maar rijders. Er is sowieso één artiest die een moeilijke rijder heeft. Dat je denkt van één. Ze zijn allemaal een beetje moeilijk qua rijders, maar ze hebben echt gewoon een paar pagina's. Ja, maar hebben ze echt een bizarre rijder dan? Dat vraag ik me allemaal, bro. Allemaal. Wat ik begrijp, allemaal. Ze hebben bepaald speciale water waar ze wat gewoon niet in Nederland verkrijgbaar is misschien. Ik heb zelfs een keer een interview gezet, ik zoals die fucking M&M's uit elkaar moet halen. Omdat ze gewoon dezelfde kleur in gemixte kleuren willen hebben. Ja, maar als mensen dat doen, dat is toch ook laten zien. Van, ja, dat express, is een soort van expres. Nee, dat doen ze expres. Waarom ze dat doen? Dan weten ze zeker dat die rijder gewoon... nagecheckt is, gecontroleerd is en dat ze het gewoon nalopen, weet je wel. Zo gewoon dat de Big Tasty daar is, bro, ik ben daar. Is niet moeilijk. Wat is jouw rijder? Ja, maar onze rijder was... Big Tasty. Nee, onze rijder was volgens mij een fles Henny, champagne. En volgens mij fruit of zo, maar dat zag ik niet echt vaak. Ja, toch? Dat was gewoon dat. Maar ik heb wel één goede tip gehad, dat was van Maradoni. Hij zei, ik zet op elke rijder een oplading. iPhone-oplader. En dan kijk eens het meest perfecte wat er is. Stel je voor, je zet op elke rijder een iPhone-oplader. Je hebt altijd wel een oplader nodig. Stel je voor, je doet 20 shows in één maand, dan heb je 20 opladers. En dan dat ook. Ik zou alleen al optreden voor die opladers, man. Kevin, wat is jouw rijder, man? Ik heb ook een normale rijder, man. Twee Hennessy, fles champagne. Niet heel gek, man. Drie orgasmes. Ja, 3-4. Jij ook niet? Ik heb 2 Hennessy, 2 champagne, man. Eén toch zo? Ik heb volgens mij wel, ja, fruit. Bier. Maar ik denk qua Nederlandse artiesten is het wel gehad, gewoon wat te doen. Dus ja, heel simpel, ja. Nederlandse artiesten die over de top zijn. Tot nu toe niet, man. En anders afstrepen, toch? Ja. Maar weet je, kan je dan ook zo maar als je denkt van ja, ik ben toch bezig met grotere artiesten. Je gaat niet moeilijk doen met Nederlandse artiesten of zeg maar. Nee, maar als je echt gekke, ook met Amerikaanse artiesten, als er gewoon dingen zijn wat gewoon niet kan, dan streep het gewoon af. Ja. Snap je? Wat iets niet mogelijk is, is gewoon niet mogelijk. Ja. Is dit het grootste wat je aan het doen bent in je leven nu? Ja, wat je gedaan hebt in je leven? Ja, man. Van clubfeesten naar festivals. Ja, bizar. Waar ben je begonnen, man, bro? Even eigenlijk van Club 4, een beetje feestjes in 4. Hoe heet je feestje? After 4 hadden we. En wat jam elke zondag. Jam was dan echt een tory, volgens mij. Heel lang was dat een heel tory. Lang, heel lang, elke zondag gewoon standaard. Was dat een tory, ja, man. Maar ik kwam er nooit binnen, man. Was het standaard? Jij kwam nooit binnen? Nee, ik kan wel kloppen, man. Dat heb ik expres gedaan. Dus, nee, man. Nee, maar jam was een goeie, man. Was een goeie. De jam was echt, was dat ook op... was niet op... Was dat op zondag? Zondag, ja. Zondag, elke zondag. Ja. Dat... En ik ben met die oude partners van mij, hun hadden natuurlijk even te gooien en zo. Dat was ook wel zo'n gekke feest. In heel veel zin. Daar kwamen echt zeg maar de gooi-guys. Nee, die gasten hebben het wel echt goed gedaan. We hadden echt van heel Nederland kwamen mensen op, voetballers, acteurs. Maakt niet uit, iedereen was er gewoon. Doop. Het was een dope feest. Doop. Maar ik was gewoon zat. Wat is een geslaagde festival of een geslaagde feestje voor jou? Voor mij? Ja. Was het gewoon voor is en iedereen gewoon naar zin. Ja. De eerste 5 uur van de dag ben de meest gestreste persoon die er is. Ja. Lopen dingen fout misschien, achter de schermen. Maar na 5 uur 's middags, dan voelt er over net 20 kilo of 30 kilo van je afgaat. Ja. Vooral heel die trajecten naartoe is, denk ik. Dat is hoofdpijn. Ja. Dan loopt het eenmaal en denk ik, oké, nu zit het goed. Ja. Ja. Waar ga je, waar,
dit is misschien wel. Ja, ik weet niet, persoonlijke vraag. Nee, waar ga je zelf uit, man? Huh? Waar ga jij zelf uit? Wat vind jij zelf tof? Niet? Ik ga bijna niet uit. Dus man, waar krijg je inspiratie van? Hoe krijg je. Gewoon, ik heb een mooie team achter me, man. Hard. Dus we hebben natuurlijk. Ik ben gewoon een guy met de money. Ik heb bijvoorbeeld wel met qua internationaal. Ik ben zelf een oldschool artiest. Dus als het om oldschool artiest gaat, dan moet je me daar gewoon voor neerzetten. Checken, ja. Daarom heb ik dus Genuine B.A. Genuine Fabulous. Jay Holiday. Jay Holiday. De Black Street. Wat is jouw Mario. Black Street. Crazy. We waren bezig met TLC. Helaas lukt het nog laatste minuut. Maar zijn er nog bijvoorbeeld zo'n festival gewoon op Wu-Tang zetten? Ik zou het hard vinden. We waren met Wu-Tang waren we bezig. Maar de planning kwam gewoon niet uit. En op een laatste moment niet gedaan. Ze kwamen gewoon allemaal. Behalve dan. Ik was uitgenodigd bij Rolling Loud New York. En dan was Wu-Tang moest optreden. En dan zag je All Dirty Bastard. Maar dat was een soort van een lookalike. Ja. En maar hij leek gewoon letterlijk gewoon echt één op één op. En ook de stem, alles klopte gewoon. Ik denk, dit moeten we gewoon bij mij gaan doen. Gewoon ja. Wu-Tang. Gewoon. Gek. Ja, dat is echt hard. Alleen, we vertrekken natuurlijk heel veel jonge publiek. En die weten het nu heel veel. Die kennen die shit. Nee. Want hoe bepaal je zeg maar van, oké, deze guys moeten komen. Hoe bepaal je dat? En we kijken gewoon van, we hebben een team die echt, ik heb sowieso een team, een fucking gruwelijke team, die gewoon van muziek echt gewoon houdt. En die weet gewoon precies van, oké, dit moeten we hebben. Shout-out to Joelle, die weet er altijd wel wat van te maken. Maar we kijken gewoon, en wat willen de mensen? We vragen ook van tevoren ruim 10 maanden van ja, wie zou je graag willen zien? En daar gaan we gewoon op af. Ja, precies. Ja. En dan maakt het niet uit wat het kost, zeg maar. Je bent gewoon die guy die... Ja, man. Precies. Ja. Ja. Ik zeg eerlijk, ik hoef geen geld te maken. Als ik maar mijn break haal. Maar als ik maar de gekste artiest op het festival heb. En de gekste festival opgezet. Ja, dan ben ik wel blij, man. Dan heb je me al gewoon... Heb je het gevoel dat je nu het gekste festival van Nederland hebt? Ik vind van wel, man. Ik bedoel, ja. We hebben op dit moment volgens mij maar 1 concurrent, denk ik. Nou, niet eens een concurrent. En ik denk dat we wel de gekste zijn, man. Ja. Hoeveel dagen is het? 2 dagen. 2 dagen. En het is ook actual, zeg maar, op het veld, zeg maar. Ja, het zijn 4 stages. Ja. Dit is het echte, de stage 1, main stage. En dan buiten de Kuip, op de parkeerplek, komen er nog 3. Oké, door. Ja. Dus gewoon de Nederlanders staan buiten waarschijnlijk. Ja. Maar, wel groot stage, hè. Nee, ze is een lullig. Niet twijfelen. Nu ga ik het kleiner maken. Mensen staan ergens bij die patatkraam. In die bestand graag. Nee. Maar we kunnen wel gewoon chillen volgens mij. Ja, pat in de Kuip dan. Pat in de Kuip. Helemaal bij de beren daar. Nee. Het is gewoon sowieso, ik vind het sowieso tof zeg maar, dat we nu zeg maar, op een plek zijn waar je met hiphop gewoon fucking de Kuip kan. Vergeet niet hè, Biggie heeft je opgetreden. Precies, man. Weet je al? Ja man. Dat is gek. Volgens mij was het met Glaze en die Sharon die niggas man. Ja. Want dus, toen ik dat hoorde bro, zeg maar, kreeg de Kuip zeg maar, een soort van nog gekkere betekenis voor mij zeg maar man. Ja. Ja. Fuck ja. Ik was wel te jong man, ik was 4 of zo, dus ik kwam niet mee man. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. 94? 96. Was ik 4. Ik was 2. Ja. Ik was 9. Moeilijk. Was 16 of zo, nee? Ja. 14. Ja. Heb je nog dromen van, zeg maar, shit die je wilt doen? Ja, je moet ook qua droomlijn op. Ja. Ken je Appa Smoke Tour? Ja. Als ik dat ooit voor elkaar zou kunnen regelen, dan klaar, dan stop ik ook. Ja, serieus? Ja, dan stop ik. Is dat je tory? Dat is als ik dat kan regelen. Wij praten er wel over, zeg maar, hebben we het over Dr. Dre. Dre, Snoop, Eminem, Ice Cube. Hoeveel medies gaan dat zijn? Ja, als je ziet wat er bij laatst bij die NF, wat was het? Superbowl. Was gek ook, man. Ja, dat was wel gek. Ja, man. Zag je 50 cent ondersteboven, weet je wel. Ja, gewoon clip. Gewoon hoe die clip van hem heb ik gewoon speciaal iets gebouwd, gewoon dat hij weer gaat blijven hangen, weet je wel. Maar ik heb gehoord bij, ik weet niet of het zo is, maar ik hoorde dat bijvoorbeeld bij zo'n Superbowl, die artiesten verdienen daar volgens mij niet eens echt op, maar of niet iedereen. Het is meer ook wel goed voor je promo, maar zoiets las ik, hè? Maar ik weet niet of dat het is. Het is wel echt een moment. Het is wel echt een moment. Dus ik kan me voorstellen dat
iedereen een beetje inlevert, maar ik kan me niet voorstellen dat... Dat het gratis is. Dat het gratis is, dat kan me niet voorstellen. Nee, absoluut op niet. Op zijn minst een oplader op. Minimaal, zeg maar. Als je ziet wat ze bij Coachella krijgen, heb je gelezen? Coachella? Ja, ik hoor 8 milli. 8,5 milli van Kanye West. Maar uiteindelijk was hij doorgaan, toch? Bro, geef maar 1 milli, ik sta heel de middag. En toen kwam weekend, toen had ze weekend aangeboden. In het weekend had ze volgens mij 1 of 2 of 3 miljoen aangeboden. Hij zegt nee, ik wil ook 8,5. Hoe verdien je dat terug, bro? Bro, ze krijgen zoveel sponsors. Je praat over, wat is het, 100.000, 150.000 man die rondlopen, misschien zelfs meer. Twee weken lang. Ziek, bro. Ja, oké. Okay. Ja, alleen voor Kanye 8,5 milli. Ja, maar wat denk je dat ze voor Beyoncé hebben betaald? Oh. Wat denk je? Ik denk wat 10 milli, man. Oh, minimaal. En dan ook nog, ze hebben ook nog een documentaire gemaakt natuurlijk bij Netflix. Dat ze daar naartoe. En dat was zeker ook, want daar hebben we ook een paar milli van gepakt. Wow. Dat is gek, man. Ja. Het verschil was ook groot, hè? Sparen. Ik zie dat ook met YouTube bijvoorbeeld. Als ik zie van... YouTube in Nederland, je kan aardig leuk ermee verdienen. Maar als je ziet wat die Amerikaanse KSI en zo, wat hun pakken, bro, is... Ja, maar absurd, dat is bijvoorbeeld, man. Ook bijvoorbeeld artiesten in Amerika krijgen veel meer betaald dan bijvoorbeeld ze in Europa krijgen. Ja, man. Als... Hoe bedoel je? In een club, wat wij eigenlijk niet betalen van artiesten hier in Nederland, dat krijgen ze al in een club in Amerika. Ja. Ja, omdat Europa is dat op het gebied niet... Maar dan vind je het dan ook gewoon leuk om hier naartoe te gaan, waarschijnlijk, hè, man. Dat is ook meer promo, Europa. Maar ook, je hebt ook meer kosten, toch? Vlucht, verblijf. Ja, sommigen willen met privéjet komen, anderen willen dat, weet je wel. Heb je wel eens een artiest gewoon geweigerd dat je dacht van, hey bro, jouw rijder is te gek, maar gewoon... Tot nu toe niet, man. Nee. Tot nu toe hebben we altijd wel goede gesprekken gehad en dat we wel een paar dingen konden wegstrepen en zo. Ja, precies. Ja. Gewoon, zeg maar, want meestal zijn die dingen ook gewoon, zeg maar, om mensen af te schrikken, denk ik. Ja. Nee, man. Nee, zijn echt divas, man. Ja. En er was toch een festival toen... Toen kwam Lil Wayne langs. Toen moest iedereen van backstage weg. Dat is wel bij alle grote artiesten. Ja, dat is vaker, man. Iedereen moest ineens weg, dan Lil Wayne kwam optreden. Ja. Maar ja, dat is standaard shit, man. Als ik leerde, logisch. Lil Wayne was dat ook doen. Ja. Je zou iedereen backstage wel wegsturen, man. Tuurlijk, man. Als hij lastig gevallen daar... We kunnen voor je show, geen zin. We kunnen het maar regelen voor je. Geen probleem. Nee, man. Master, man. Motherfucking Oh My Festival. Ja, man. Heb je zoiets van, ik moet weer rappen? Ja. Ik rap nog steeds, zeg maar. Ik schrijf nog steeds. En het is wel een serieuze muziek of zo wat ik maak. Niet eens echt clubdingetjes of zo. Maar ik had toevallig laatst hier een gesprek over, zeg maar. Muziek is altijd mijn eerste liefde geweest. Daar ben ik ooit mee begonnen. En YouTube is er toen ingerold. Maar als ik nu, zeg maar, zie wat ik met YouTube doe, wat ik met Twitch doe en alles eromheen. Als ik, zeg maar, dat opzij moet zetten... om, zeg maar, mijn soort van passie voor muziek te gaan volgen. Terwijl YouTube is ook mijn passie, vind ik ook leuk. Maar muziek is altijd een soort van het nummer 1, toch? Ja. Maar is gewoon, er staat gewoon te veel op het spel, gewoon op wat ik nu gewoon met YouTube. Snap je, wat ik nu doe met YouTube, met Twitch en zo, dat is... Hoe ga je ermee om, bro? Het is lastig, man. Want ik merk wel dat ik er gefrustreerd van raak. Ook in die tijd dat ik voel... Ik kan mij gewoon, zeg maar, als ik gewoon, zeg maar, soort van gewoon denk aan de QC die ik ken, denk ik gewoon van deze kijk gewoon focus maken. Ja. En vooral serieuze dingen ook, snap je? En daarom, wat ik vaak zie is van dat ik in de scene bijvoorbeeld heel vaak door artiesten niet serieus werd genomen, soort van. Terwijl ik eigenlijk muziek misschien wel eens nog meer serieus neem dan wat hun nemen. Ja. Dat kan je niet vooraf weten, maar zo voelt dat. En dan denk ik van ja, bro, ik kreeg op een gegeven moment heel erg dat stempeltje van YouTube. En dat is net waar we het ook over hadden met wat je zei, met die beats en die Kanye West docu en dat soort dingen. Maar bro, ik leef echt die muziek shit, snap je? Vanaf jongs af aan al. En dan komt er ineens een stempel van rappende YouTuber. En dan kom je daar ook onder. Terwijl ik denk van, bro, je weet toch. Dus ik weet ook dat er heel veel artiesten niet bij mij willen. Misschien mij wel tof vinden. Ja. Maar dan denk ik van, ja, maar hij heeft wel die YouTube-ding nog aan. Hij is wel de YouTube-guy. Nou, maar ik heb op een gegeven moment losgelaten. Ik denk van, ja, ik maak gewoon wat ik wil. Ik vind het wel dan frustrerend, want ik doe alles op mezelf. En dan zie je bijvoorbeeld dat je een poeko maakt. En er komt bijna geen enkele... Waar zou je zelf plaatsen dan? Top, weet ik veel, zeg maar, top 100, top 10, top 100, zeg maar, beste rappers. Nee. Kijk, rappers is anders. Ik denk bij rappen komt er meer kijken dan alleen lyrics, snap je? We kunnen wel zeggen van, oké, als je bars hebt, dan ben je rapper, maar er komt veel meer bij kijken. Er zijn rappers die misschien iets minder op de lyrics zijn, maar die pakken de flows. Ja. Maar qua lyrics, bro, ik durf bijna met iedereen gewoon aan te gaan. Ja, man. Tuurlijk zijn er mensen waar ik wel echt op kijk van, oké, je weet wat ik heb in. En nog meer, wat ik ook echt hard vind qua lyrics, maar ik durf wel te zeggen van,
ik durf met jou op de poeken te staan en je gaat me niet wegblazen. Zo. Mensen kunnen misschien nee, QC zeggen, kan maar... rappen, maar ik zeg eerder. Hij kan wel rappen. QC kan goed ik rappen. Zou maar ik zou wel iemand een paar verses, verses van die man gehoord. Nee, maar ik zou helemaal niet rappen. Dat is waardering, man. Dat ja, waardering. Man, zeker. En dat vind ik waardering ook als bijvoorbeeld zo. Maar ik snap, wel, dat, ik snap wel ergens dat je niet beide zou kunnen doen, snap je? Ja, ja, dat, je ja. dat je wel ergens voor één ding moet kiezen. Ja. Ja. Als je wat je zeg maar ja. Ja, ik heb ja maar dat is voor jou dat is, op dat is eigenlijk ding. Mijn vraag toch, want je bent begonnen als. Tuurlijk, je kan allebei doen hè. Ja, ding, maar je gaat niet Punch-Out rapper. Ja, ja. Punch-Out, Battle MC. Ja, ja. Dat is wat je allereerste ja, chat was. Ja, dat was ik, maar dan helemaal vanaf 2014 nou hè. Of meer, 2007 bedoel ik. Want ja. 2010 ging ik rap battles doen, maar daarvoor was ik al. Gewoon ook, oh, wow, zal een plaat. Gewoon aan het battelen, snap je? Ja. Dat was echt een dingetje bij ons. Ik weet niet of het ook in Amsterdam dat soort dingen was, maar in Rotterdam was dat echt van ja. Was het een dory. Toen kwam Punch-Out Battles, dan ben ik daarmee begonnen. En op een gegeven moment, dan heb je al, hè, dan heb je al die label van battle rapper. Dus dan heb je ja, ja, ja. ook al een dingetje. Toen begon ik in YouTube te raken, wat ik ook heel leuk. Want aan het einde van de dag vind ik gewoon leuk om mensen te entertainen, snap je? Ja. En dan kom je op een gegeven moment met YouTube en dan maakt dat je groot en dan ga je rappen. En dan zie je wel dat er veel views komen, love en zo, maar ja, wat hij zegt, man. Soms heb ik ook wel het gevoel van, ja, misschien is het moeilijk om beide te doen. Omdat op een gegeven moment, ik maak veel grappige video's en zo, vind ik ook gewoon leuk, weet je. En ik vind ook van, joh, je moet gewoon je grappige kant laten zien. Maar ik maak wel hele serieuze tunes. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ik ga alleen maar serieuze tunes maken. Ja. Maar als je wil dat mensen jou echt serieus als rapper nemen, dan moet je denk ik ook heel jouw soort van lifestyle, alles wat je eromheen doet, ja. moet je ook dan anders gaan benaderen, snap je? En, ja. Ja, maar misschien als zeg maar, om echt artiest, misschien laat je te veel van die YouTube-kant weer zien, zeg maar, voor die ja, rap shit. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Dat die mensen je altijd wel gewoon gaan zien als... Als de YouTuber. Bro, als je gewoon serieus bent, man. Tuurlijk, ja, sowieso. Dat gaat dat je zo samen, man. Maar of je echt... Je hebt ook de stem ervoor. Money, maar kom gewoon halfjurs. Laat me helemaal de tyfus rappen. Ja. Kom gewoon. Let's go, man. Waar de campagne aan Zeeman? Je kan ook in crypto betalen als je wil. Ja, wel eerlijk. Die Zeeman was een goede back, hè? Zeg maar meer dan dat je ooit hebt uitgegeven bij Zeeman. Ik kan me niet over uitlaten. Meer dan jij onderbroeken daar hebt gekocht. Ik kan me niet over uitlaten. Maar shout-out naar Zeeman. Shout-out, man. Ik was daar laatst nog, hè, dus ik moet zeggen van, ik zit nog steeds gewoon tussen de twee werelden. Ik woon nu ook gewoon een soort van in een mooie wijk waar ik helemaal trots op ben. Ik kom helemaal tot rust daar. Je hebt allemaal marmer in je ossen, hoor ik. Ja, 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 klopt. Maar ik weet niet, wat is allemaal marmer in je ossen? Zo, ik weet niet, bro. Het was zo'n totaalpakket, maar het was wel echt wel, het was wel wat duurder dan ik had verwacht. Wat dan? Praat me geen deeltje gesloten met ze? Nou, deels, man. Ik weet niet hoeveel de marmer was. Het was gewoon een totale pakket. Wat is marmer in je ossen? Huh? Wat is wat marmer in je ossen? Zeg maar, mijn vloer, ik heb een cinema wall ook, van helemaal van marmer. En ja, en heel mijn vloer, man. Bovenvloer dan niet, maar wel in mijn gang, in mijn game room, in mijn serre. Alles doorgetrokken. Gek. Daarom komen die kosten ook zo hoog, toch? Op een gegeven moment komt het zo duur uit. Maar het is, wat ik wil zeggen is, het is gewoon fijn om daar te wonen en zo. En je merkt van, joh, het is anders. Maar je haalt die lowlife nooit uit, je man. Ik heb, nee, nog steeds, ik heb nog steeds die winkelwagen in mijn tuin staan. Ja, 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 ja. Dat verandert ik niet, snap je? Ja, soms heb ik, maar ik merk wel veel meer rust daar of zo. Weet je wat mooi was toen ik het huis net had gekocht? Ik kwam, weet toch, dan heb je het huis net bezichtigd, dan heb je het gekocht. En ik had best wel snel gekocht, zeg maar. Het eerste dat we hadden bezichtigd, dezelfde avond was bot nog geaccepteerd. Zeg maar. Ja. Oh, nigger shit. Ja, toch gewoon snel. Ja. Nu, ik ging het huis elke keer een beetje bezichtigen. Je bent trots, toch? Dan komt een man, niet per se, maar ergens in de buurt, zo'n man uit de buurt. Hij komt daar toe lopen, bro. Hij was mij echt aan het overtuigen om daar niet te gaan wonen. Hij zegt, ja, het is wel duur hier, hè? Hij zegt, verderop is het wel een... Relaxed. Ik krijg zo'n gevoel van, oké, hij wil niet dat ik hier kom komen. Ja. Dus hij was echt 2 minuten aan het praten, want hij dacht, ik ga bezichtigen. Ja. Oh, ik heb hem 2 minuten laten praten en na 2 minuten zei ik, man, ik heb hem al gekocht, joh. Ik ben al wel. Ik ben hier al, man. Ja. Nee, maar het is wel geweldig, man. Ja. Ook voor je... Ik weet niet waar jullie allemaal wonen, maar... Ik merk wel, als je op een gegeven moment in een rustige buurt gaat wonen, ook als je vooral als je kids hebt of zo, het is gewoon relaxed, man. Ja. Hoe oud ben je nu, hoor? 30 geworden, man. Ben je 30 geworden? Ja, man. Dit jaar 30 geworden, man. God damn, ja, man. Nu begin ik het, maar ik merk wel dat ik een soort van nieuwe fase in mijn leven ga, zo. 30 is die tory, man. Ja, man. Ik 30 is, je wordt rustiger van. 30 ja, is zeg man. Maar die, 30, bro. Ja. Luister naar je, Nick.
30, tot en met 30 zorgt je lichaam voor jou. Ja. Vanaf 30 moet jij gaan zorgen voor je lichaam. Klopt. Dat is waar, dat precies. Ja, maar daar waar ik nu ook echt volop bezig ben met gezond doen. Ben je gestopt met paga? Ben je gestopt met paga? Ja. Dan word je oud. Dan word je oud. Waar heb je dat gesprek over gehad? Ik dacht niet zo van. Ja, maar als je stopt met paga, dan word je ouder. Nee, maar dat is wel echt beter voor je, maar ik kan niet stoppen. Ook, ook om in te. Ik heb niet toevallig die app. Stop met roken, wacht, let op. Ik hou zo'n app aan. Wat rook je dan? Sigaretten. Hier, 121 dagen gestopt, man. Serieus? Ja, man. Tabakken moet je niet roken, man. Dat is kakken. Ja, is wel zo. Maar daarom gestopt, man. Kan je beter jonker roken? Dat weet ik ook niet. Heb je gedaan? Jonker, ja, jawel, man. Maar... ik wou nog zeggen, man. Zeg maar, je weet toch, want je had het net over die pokutori, zeg maar. En ik snap, je weet toch, dat je misschien ergens denkt van, je toch, ik had graag dat die pokus, zeg maar, misschien dat het anders was geweest. Maar je moet ook, zeg maar, niet vergeten dat wat je doet met die YouTube dingen en die Twitch dingen en zo, dat dat ook gek is. En dat je, zeg maar, je bent meer aan het doen dan dat je beseft, zeg maar, snap je? Ja, weet toch, dus alsnog, je hebt Osso gebijt, waarschijnlijk ook van die money. Ja, ja, ja. Zeg maar, dat besef moet je even hebben. Ja, dat is wel zo. En zeg maar, weet je toch? Maar smaak, stel je voor, nu vraag, ga ik je vraag aan jou stellen, zeg maar. Van, stel je voor, jij was dus alles wat je bereikt had, nu zeg maar, wat je bereikt, zeg maar, met, weet ik veel, gamen. Ja. Of met wat hij allemaal doet. Mm-hmm. Maar eigenlijk wil je beats maken. Mm-hmm. Zou je dan, zeg maar, zo van die voldane gevoel hebben? Waarschijnlijk niet, maar ik probeer hem gewoon uit te leggen van, ja, je weet toch, van kijk, we zijn allemaal mensen, snap je? Denk jullie herkennen dat ook. Soms ben je veel aan het focussen op wat niet is gelukt in je Bibi. Maar je bent niet bewust, zeg maar, van de maar dingen die je hebt bereikt. De successen die je hebt behaald, zeg maar. Er is iemand die naar jou kijkt en die denkt van, ik wil dat ook. Ja. Zeg maar, snap je? Ik wil ook die level bereiken. En sommige dingen die niet lukken, die openen juist deuren voor de volgende. Zeg maar. Ja. En ik voel dat ook zo, zeg maar, het Bali vroeger. Van. Alles is met de reden, bro. Ja, man. Het is gewoon, weet toch, ik geloof in God. Gods wil. God heeft een plan met iedereen, zeg maar. Ja. Zeker. Spak, we hebben elkaar lang niet gesproken. Mm-hmm. Je weet, ik mis je in mijn leven. Mm-hmm. Hoe is het in de liefde, man? Wauw. Is dat een lastige vraag? Nee, ik... Hoe is het in de liefde, man, Nick? Ben je verliefd? Nee, ik ben op dit moment in mijn leven, zeg maar... Are you in love? You seeing someone? Nee, maar ik ben, zeg maar, op dit moment... niet ready voor een relatie, denk ik. Why not? Is gewoon, ja, mijn leven is broeien, maar is hectisch, man. Zeg maar, ik heb niet een vrouw. You being a hoe? Ik heb niet een vrouw gevonden die, zeg maar, met die lifestyle kan omgaan volledig. Weet je? Nog niet. Nee. Ja. Maar je bent wel open. Ja, wat ik zeg. Je weet toch, kijk, ik denk ook die dingen plan je niet of zo. Uiteindelijk kom je gewoon iemand tegen en gaat het die kant op of niet. Ja. Maar ik ben niet tegen of zo, maar... Kevin, neem even een slokje ondertussen. Maar ja, I don't know. Ik weet niet. Kevin, jij? Ik ben geliefd. Got to do with it, babe. What's love? Got to do. Ben je in love? Ze is in love. Altijd. Jij de beste antwoord. Kevin, ben je in love? Even serieus. Ben in love. Ja? On some serious shit? Ja? Gaan we, zeg maar... je moet beseffen, je bent nu die guy, zeg maar, die zo... Kevin, wanneer ga je ching maken, man? Probeer een goede man te zijn. Kevin, ga je ching maken, man? Ja, man. Ja, dat is belangrijk, man. 28 is nu wel... Je moet beseffen, hè, dat... Je moet wel beginnen met spuiten. Wat wil je zeggen? 28 is wat? Ja, man. Nee, maar 8, bro, die man... 8, deze man loopt elke dag de muren, het plafond te witten, zeg maar. Weet je wat het is? Ja, ja. Hij is echt gek, bro. Kijk, mijn pa was 31, zo. Oh, oké. Okay. Dus ik denk nog van, je hebt nog even. Zo denk ik. Maar ik denk weer van... Ik heb mijn eerste kind kreeg ik toen ik 21 was, maar laatst was toen ik 27, 28 was. Maar ik weet dat ze, ik heb uitgerekend ongeveer, als ik 45 ben, zijn ze allemaal volwassen. Bro. Ja. Dat is wel mooi. Midlife crisis, bro. Chillen met dit. Midlife crisis. Ja. Haar even. Ja. Maar Kev, even serieus, man. Geef even een goede antwoord, Wat, bro. Ik zeg toch. Probeer een goede man te zijn. Probeer goede man te zijn? Ja, tuurlijk. Zijn we daar nu? Goeie man.
Zijn we daar nu in? 28 toch, broer? Bro, ja, man. Leuk kind, hele gezin. Ik wil ook net QC aan de grond. Ja, man. Helemaal boven eenzaam zo. Ik gun jou, bro, als om real shit, ik gun jou dat echt. Ja, want jij bent ook iemand, zeg maar, als om hoe ik jou ken, je hebt een vrouw nodig in je leven. Dat is love, man. Toch of niet? Dat is love. Zeg iets raars. Ja. Je hebt wel een vrouw nodig in je leven, toch? Je bent wel zo'n guy. Ja. Jij moet wel eventjes af en toe. Kom terug, Kev, doe normaal. Even kappen nou. Yes. Los! Je hebt het nodig in je leven, Kev. Ik ken jou. Toch of niet? Ja. Praat met me, man, bro. Zeg dan. Ja, toch. Ik knik. Ja. wat moet ik voor je invullen, nee. Hij was gewoon die bevestiging. Ik dacht ja. Ja, toch. Ja. En jij? Wil je iets van mij, man? Ik ben een zure guy. Maar denk je dat je zo... Wat dan? Zeg maar, heb je niet van hoe ouder je toch? Hoe ouder je wordt dat je denkt... 35. Ik heb zeg maar gewoon... Ik wil toch even die jonkel soms doorpassen, zeg maar. Bro, als om real shit... Als om een andere reale shit, zeg maar, ever. Ik ben paantje nu ook. In de fucking Kuip. Motherfucking oh my, get a rope worst. Als om aan de reale shit die ik kan zeggen, zeg maar gewoon van bro, ik ben nu in een fase in mijn life dat ik... Soms weet ik niet of ik gelukkig ben, of dat ik ongelukkig ben. Mm. Omdat er zeg maar zoveel mooie dingen in mijn leven gebeuren. Maar tegelijkertijd gebeuren er ook zeg maar zoveel lelijke dingen in mijn life. Dat ik zeg maar, ik kan niet meer die... Balans. Die balans, ik heb die balans niet meer zeg maar. Ik heb mijn gevoel soort van uitgezet ook. Maar dat komt ook denk ik omdat zeg maar, veel om ons heen is nep toch zeg maar. Van de mensen die wat van je willen, weet je toch? Ja. Iedereen ik heb het ook van je. Weet toch, ik vind het moeilijk ook om zeg maar, nieuwe contacten te maken en diepe connecties met iemand te maken die mij... Omdat je niet weet wat de intentie zeg maar, niet kent van die tijd toen ik, weet toch... En ook gewoon Kevin was er, maar je loopt altijd een soort van met een schild naar mensen buiten, met een, weet je, en daar is het moeilijk om daaruit te komen. Ik heb juist geen schild, ik ben juist naar iedereen van, doe mij pijn, je weet wat ik bedoel. En dat gebeurt zeg maar soms, en tegelijkertijd gebeurt er mooie dingen. Ik zit nu met Rookworst in de fucking Kuip met Omai, as we speak, zeg maar, awesome, real shit. Hefvermogen 2 staat op nummer 1. Hefvermogen 1 staat op nummer 2. Ja. Zeg maar, dat kan, als dat vrijdag gebeurt, zeg maar, van, dat is misschien een van de gekste shit die ik zeg maar, ooit in mijn leven zeg maar, misschien meegemaakt heb. Maar tegelijkertijd zeg maar, zijn er zoveel dingen zeg maar, in mijn leven die ik denk van... Die ik mis in mijn leven. Zeg maar, ik ben weer fucking close met Crooks. Ik ben weer fucking close met Adi. Ik ben weer fucking close met... kijk, wat doet deze man? Sorry, man. Wordt het een joke? Anti-joke campagne. Geen stress. Wat ik zeg, maar, ik ben weer super close met Adi. Ik ben super close met... Zeg maar, zijn allemaal dingen, zeg maar, die... ik ben aan het kijken voor een osso kopen. Ik ben aan... Zeg maar, allemaal mooie dingen aan het gebeuren. Maar tegelijkertijd, zeg maar, soms denk ik van... Zijn er gaten, zeg maar, in die puzzel, maar. Door die successen die je bereikt, ook ga je merken van... Die waarde zien van die kleine dingen juist. Ja, dat die kleine dingen juist gelukkig maken. Ja, waarvan jij dacht van tevoren van, hey, als ik daar ben en ik heb dat, dan ben ik safe. Dan ben ik blij. Wat voor stress. Als ik money heb, ben ik safe. Dan ik moet alleen money hebben. Dat als je dat is die money hebt, dan ben je dan ook dan op dat moment... Nee, maar geld maakt niet gelukkig. Dan ga je meer willen, toch? Ja, man. Ja. Geld maakt niet gelukkig, man. Het is ook die vastigheid, toch, die iedereen zoekt en nodig heeft. Ik was toevallig in een... gesprek met een mattie van me. Ik denk niet dat ik zeer wil dat ik zijn naam bos, maar ik zat met hem in een waggie voor mijn Nee, bos zijn naam! Nee, bro! Dat zijn meer Rookworst, bro! Ja, bos zijn naam! Hij wil het. Ik weet het, hij gaat zeggen, je bent kaka, waarom was je mijn naam? Dus, wel, ja. Hij is best wel bescheiden in, want hij is wel... Ik zat voor hem, voor mijn osso in zijn auto, we stonden voor mijn huis. En hij zei tegen mij van, en die man... Is gewoon daar, snap je? Ja. Loaded, alles gewoon, hij zit gewoon goed. Ja. En we hadden een heel gesprek over alles. Hij zei, bro, alles wat ik heb. Hij zei, ik zou het zo inwisselen voor wat jij hebt. Gewoon gezin. Gezin. Hij zei, ik zou het per niet eens over nadenken. Ja, man. En toen liet hij me wel echt denken van, oh wow, man. Je toch? Ja, man. Terwijl jij zeg maar fucking graag zou willen wisselen met hem. Ja. Misschien stiekem zeg maar in je hoofd als je denkt van, zou wat...
Serie verpest altijd de rookworst. Maar jij zou zeg maar in je hoofd, zeg maar, misschien stiekem niet. Tuurlijk, hou je van je vrouw, hou je van je kinderen. Maar stiekem in je hoofd denk je van zo, maar ze zijn in deze nieuwe osso. In mijn eentje. Goeie pa gaan slaan. Vind je die het gras is altijd groener aan de overkant. Altijd. Zeg maar. Maar ik geloof ook in, toch? Misschien, natuurlijk, er zijn wel gewoon mensen die misschien wel gewoon gemaakt zijn om solo te zijn, zeg maar gewoon. Dat geloof ik ook. Geloof ik ook wel steeds meer. Ja, geloof ik. En die met de ene, die zeg maar wel. Ben je getrouwd, man? Ben je getrouwd? Ja, bro. Oké, dus jij bent gewoon gelukkig getrouwd. Ja, gelukkig. Jij bent een goede voorbeeld, bro. Ja, man, ben getrouwd. Jij ik heb te veel gefeest, te veel gedaan en toen was ik klaar. Hoe lang ben jij getrouwd? Nu bijna 3 jaar. Oké, master. Wow, ja. Goeie, bijna 40. Bijna 40? Ja, man. Ik zie niet uit als 40, man. Dankjewel, broer. Ja. Ik krijg extra tijd. Mooi gesprek. Deeltje eruit geslikt. Ja, nee, Amerikaanse top 5 artiesten. Zo! Ben je niet voorbereid, maat? Kom er niet zo door, heb ik een lijstje gemaakt? Wat komt er nu op? Oh, wat er mij opkomt, levend en dood? Ja, alles. Alles, met Tupac, Biggie. Zit Tupac erin. Biggie moet er ook in zitten, dat is misschien heel standaard, maar ik ga er ook wel komen met een Drake. Weet je wat Drake is, wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet, is abnormaal. Wat het enige wat Drake nu nodig heeft, vind ik fucked up. Maar als Drake morgen wordt geschoten, bro. Ja. Kou, legendary, ja. Staat dus even niet. Gek. Dus nee, maar Drake. Je weet dat deze story bij hem gaat komen nu, hè? Ja, ja, wat staat Drake? Dat is niet een video aan YouTube. I'm a YouTuber. nee, maar Drake denk ik wel. Tjoh, dat is lastig, man. Kijk, mij allemaal begonnen bij Wu-Tang. Ik denk van Wu-Tang was eerst altijd gewoon de grootste fan van Met of Man, maar All Dirty Bastard, bro. Ja. Hij heeft iets veranderd. Heb je die serie gezien? Ja, ja, serie is hard, bro. Het is hard, man. Maar als je het ziet, man. Ik vind die guy wel, die hoofdrolmannetje. Hij is best slow, hè? Ik vind hem irritant, man. Ja, hij is ook een beetje slow, hoe die praat en zo. Yo, yeah. We gotta get together. Precies zo, bro. Nou, ik vind hem kaka. Maar de rest is wel goed. De rest is perfect. All Dirty Bastard wordt nagespeeld, is niet normaal. Kalo. Maar ik denk dat All Dirty Bastard, ik vind hem echt hard. Maar vooral omdat hij... Oh, hij kwam al met zingen en zo. In de tijd dat gewoon alles om rappen draaide. En hij bracht dat zingen gewoon. Maar er zijn zoveel mensen. Nu ga ik sowieso weer. Weet je wat het is? Ik ga weer terugkijken en denk van, man, dit had mijn top 5 geweest. Maar ik had hier eerder over moeten nadenken wat Kevin zegt, man. Even serieus, maar ik vind je wel echt een beetje lekker voor deze. Ik ben zogenaamd battle MC, je kan snel denken. Ja, maar er zijn zoveel. Maar welke rappers hebben invloed op jou gehad, zeg maar, van die je echt hebt gepompt? Ja, of misschien zijn het gewoon 4 of 3, dat maakt niet. Ja, oké, denk na, we komen zo bij jou. Oké, okay, ja, toch? Kung Fu. Top 5 rappers en artiesten. Amerika. Hè? Amerika. Amerika en sowieso Pac, Biggie, ik denk Eminem. Dan moet ik wel zeggen oude Eminem. Die nieuwe Eminem, bro, het irriteert mij. Elke letter rijmen, man. Slim Shady, dat vond ik hard. Machine Gun Kelly heeft me ook helemaal kapot gemaakt. Ik hou van, Eminem is mijn nigger, maar Machine Gun Kelly heeft me wel kapot gemaakt. Machine Gun Kelly. Zijn flow is wel goed. Hij kwam gewoon zeggen hoe Eminem zou komen normaal. Ja, maar laten we niet vergeten dat Machine Gun Kelly na die diss track gewoon hardrock is gaan maken. Dat wel. Hij is een rare guy. Maar hij was een rare guy van de start. Ja. Zijn naam is raar. Kevin, kijk op een soortje in, hoor. Tupac, Biggie, Eminem. Ja, ik denk, wie hebben we nog meer? Als ik er even over nadenken. 50's ook wel, vind ik ook wel echt hard. Mijn tijd, weet je wel. 50's, ik heb een kijkje. Get Rich or Die Trying, man. Ja, was de eerste album was hard. Ja, bro. Get Rich or Die Trying. Hoor je niet wat die nigga zegt? Ja. Hoor je niet wat die man zegt? Welke nummer vind je hard? Alles. Ja, maar als je echt eentje zou moeten kiezen. Bro, dat album is crazy, man. Ja, is niet normaal, man. Is Many Men daar? Ja. Many Men is daar. Many Men, man. Shit, ga die daar. Alleen maar whip talk for me, my watch talk for me, my get talk for me, blah, what up, bro. Alles daar is dom. Alles daar is dom. Weet je wat, van welke kook hou? You're not like me. Bro. Ja, man. Kappen met die, man. When it pours, it rains. Nee, dat is geen ding, dat is daarna. Dat is daar. Ja, ja. Vers daarna. Ja, dat is 2 daarna. Ja. 50 is mijn guy, man. Ja, man. Nog eentje. We waren wel bezig met 50, we even tussendoor. Maar, ja, maar gek. Hij stond al in België en et cetera, dus wel jammer dat we dat niet hebben rond kunnen krijgen. Jammer, wat is jammer, man.
Veel. Hoeveel, man? Doe je zo, man. Je kan niet haar ook op een stapel zetten. Ja. En veel, bro. Een paar tonnen is er zeker. Zeker. Een paar tonnen, hij is goedkoper dan Dreef. Ja, zwaar. Ja, sowieso. Je klinkt verrast. Ik ga zo praten over mijn nikken, man. Kom op, man. Je klinkt verrast. Zou toch raar zijn? Ben je gek, man? Dat is 15, man. Dat is Dave. En hoe, wat vind je van... Dan word ik genoeg met Drake, dan krijg ik gelijk met Drake. Wat vind je van de game dan, de game? Nee, de game is niet meer. Was je eerste album? Eerste album is kapot hard, 50 gemaakt. Ja, dat eerste album is hard. Het is gewoon 50, gewoon allemaal pokers van 50. Ja. Oké, okay, nog eentje dan. Snoop Dogg. Hard. Ja, 100%. Dat is ook een paar millies, hè? Nee. Nee, 50.000 euro. Oh, weet je wie? Ik ga je echt afstappen. Genoeg jokers. Bedragen die ik ook noemen. Wow. Nee, maar het is gewoon normaal. Ja, nee. Doe gewoon piep daar. Maar Snoep sowieso, man. We hebben Snoep was volgens mij, ik had hem laatste keer had ik hem gezien bij Melkweg volgens mij. Hij ging als DJ optreden volgens mij. Ah, gek. Volgens mij Melkweg, ik weet niet meer waar het was, maar misschien als kan DJ wel, volgens mij heb ik dat meegemaakt, man. Of tenminste meegekregen. Maar ook alleen maar bijvoorbeeld het concert van Snoep, alleen maar blanke mensen. Ja, dat is gewoon gek. Kevin, is jouw top 5 veranderd? Kevin zit gewoon te gaan, nee, man. Motherfucking. De rook met podcast, man. Nee, bro, ik kou ik nog groot ook, bro. Ik kijk naar die. Bro. Banker, die mag gaan groot. Maat, hij heeft zijn tijd. De zon gaat onder. Het is een beetje koud te worden. Weet je dat? Windje komt daar binnen. Ik hou van jou, ik hou van. Nee, top 5. Ja, dan moet ik weer hetzelfde zeggen als die andere podcast. Anders, nee, zeg dan. Nee, kan nee, veranderen. Nee, maar die Tupac, Biggie zit erin. French Montana heeft voor mij invloed gehad. Ja? French, ja? Ja. Ik heb French in 2013. Is gewoon hij, zeg maar. Baden, ja, die tijd. Precies die tijd. Zeg maar, Cowboys 2, die tijd, zeg maar. Ik ging gewoon, en toen ging ik hem gewoon onderzoeken. Van, en ik vond hem hard, weet je, die flow van... Ja, French is... French, te hard, ja, weet je, hij heeft sommige verses zijn gek, weet je toch? En die ging ik gewoon... bijna nadoen, man, pokoes. Gewoon schrijven in het Nederlands, zeg maar, wat hij... Ik ging gewoon... French, Kanye is ook bij mij wel gestegen na die docu, man, zeg maar. Ik ben hem, zeg maar, nog harder gaan vinden, man. Ik dacht dat jij ook Kanye zou zeggen, man. Wou ik zeggen, maar omdat er... Ja, natuurlijk. Ja, echt. Nee, ik wou, we hadden geprobeerd om Kanye... we hebben een bod gedaan. En die hadden, we waren op de zondag waar we die Sunday service doen. In Arena Park. Maar dat kregen we... Almere Strand. Waar kregen we niet door. Dat zou wel gek zijn, man. Dat zou echt ziek zijn, man. We hebben het geprobeerd, maar is gewoon... Is niet op het. En die man is ook al betaal hem. Je kan hem betalen. Of die komt opdagen, weet je ook niet. Nee. Weet je, dus, maar zeg maar, dan kan je wel, heb je wel een money gemaakt, toch? Volgens mij kan je wel een money gemaakt. Die man heeft niet zijn adres, man. Alleen dat op je naam kunnen zetten op je cv, dat is al gek. Kev, nog twee, toch? Nee, ik heb Tupac, Biggie, French Montana, Kanye. Ook Kanye? 50 ook, man. Ja. Ik ook, fuck. 50 ook niet, hè? Ja, man. Je hebt nog geen, dat is niet zeg maar als je denkt van, oké, deze nieuwe guy moet jullie checken. Nu. Ja? Ja, weet je wat het is? Het lijkt alsof er zoveel ook zijn. Zoveel uitkomt. Je kan je moeilijk zeg maar, focussen ook op één artiest. Als ik nu bijvoorbeeld die Jack Harlow vind ik hard, nieuwe van die nieuwe guys. Maar dat is ook te vroeg dan. Maar heel veel zijn wel hetzelfde. Ja. Hetzelfde. Iedereen ja, ook veel hetzelfde. Iedereen probeert gewoon een hit te maken, zeg maar gewoon wat vorig jaar die muziek wordt, die albums worden ook veel sneller gemaakt. Vroeger was het niet zo dat om de 6 maanden of om de 3 maanden. Lil Durk gooit om de 4 maanden gooit die album, man. Maar daar vind ik wel hard. Wat vinden jullie eigenlijk dan van een Kendrick, zeg maar? Ik vind Kendrick, ik heb Kendrick album, nooit eerste album. Good Kid, Mad City. Wow. Is top 10 album hiphop ever. Ja? Alle tijden, 100%. Maar zeg maar, alles wat ik daarna gemaakt heb is... Ja, ik voel het wel, maar moet het... Het is meestal de eerste album hè, die het gewoon bij iedereen doet. Ja, wel. Zeg maar, daar werk je ook het meeste aan, toch? Zeg maar, ze zeggen ook zeg maar, soort van... Ik heb mijn album gemaakt dan, zeg maar, toen ik mijn eerste album gemaakt toen ik, denk 20 was. 21 misschien. Ja. Dus dan, ze zeggen ook dan van, daar heb je het 21 jaar aan gewerkt. Ja. Zeg maar, je eerste album. Ja, vanaf het begin van je leven. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus dat is zeg maar een soort van, die kan je nooit overtreffen. Nee. Dus eigenlijk, zeg maar, als we die mensen moeten geloven, dan zou je eigenlijk 2 albums moeten maken in je lijf. Ja. En gewoon zeg maar heel je lijf, tot en met jou en dan... Maar allemaal EP's en dan... En dan 50 weer eentje. Ja. Dat zou toch dom zijn? Ja, want ja, precies. Jullie eigen album bijvoorbeeld is ook gewoon fucking hard. Die eerste album. Ja, ik heb niet het gevoel dat mijn eerste album hard was. Het gekste is? Nee, man. Wat is jouw gekste album, denk je? Voor nu, voor mijzelf. Animal Stories, denk ik.
Zonder naar de streams te kijken. Waarom dan zonder? Is ook, zonder naar je bankrekening te kijken. Nee. Ja man. De beste album, zeg maar. Ja. Als ik naar het eerste album luister nu, denk ik, nee, ik was nog niet helemaal daar. Zeg maar. Ja. Terwijl die ook gekke streams heeft gepakt, maar... En dan was Story van Valentori. Ja. Zeg maar, al die singles zijn gek gegaan. Ja. Was dat de eerste bij de eerste? Ja, dus wel een beetje de eerste. Dat was wel een tori. Maar gewoon heel, jouw hele aankomst bij Noah's Ark was een tori. Ja. Ik denk dat zeg maar, ook de beste signing is geweest zeg maar, in de afgelopen... Maar het, genoeg veren nou... Genoeg veren, zeg. Genoeg veren, met op TV, ja. Kijk eens. Hey, Ralphie Lauren. Drie dagen. In twee... Het was drie dagen. Ik had wel zeg maar dat ik... Kijk, weet je toch, je gaat dan naar bed en de volgende ochtend is, begint de verkoop. En dan schiet toch even door mijn hoofd van... Stel voor verkopen, maar barkie of zo. Ja, in een dag. En dan zit je opeens daar en denk je... Ik denk dat je angst alle artiesten heeft, man. Toch? Schiet toch wel even door je hoofd. Ja. Toen werd ik wakker, een uurtje nadat het begonnen was. Ik hoeveel? Dat is 4.500. Wat? Ga weg. Geweldig. Ik zou gelijk wijk bij krijgen, bro. Ja, dan blijven we even op het plafond staren. Van, ja. Lekker, man. Mooi om te zien. Ja, is leuk. En nu moet gewoon die show gek zijn, man. Ja. Weet je, ik wil die mensen gewoon met het gevoel naar huis sturen van... Kevin Show. Ja. De Kevin Show. Ja. Broek, ahoy, bro. Je moet komen, want je hebt een eigen show, maar die kan je afzeggen. Ik ga komen, maak je niet druk. We regelen het wel. Ik kom, ik kom 100%. Ik kom, maak je niet druk. Je hebt sowieso money. Ik pak sowieso meer money bij jou dan bij mijn eigen show. Nee. Nee, maar schelen, maar gaatjes 7,5 douzen nu, man. Geen geintjes maken met mij, man, bro. Geen grap. 7,5 douzen, man, spak. Ik hoor je, man. Wat 7,5? 7,5 voor mijn show, gewoon. Lekker. Ja, precies. Goeie hoor. Gewoon lekker. Godverdomme, man. Ik heb... Ik heb 14 jaar heel de fucking alle boekers gepijpt. Gewoon voor de... Ik heb... dat je in Hengelo voor €1000 stond. Ja, precies. En een krat bier. En een krat bier, ja. Ja. En Arie fucking heel de weg daar zijn... En zelfs toen was je gewoon tevreden met die kop. Van, precies, ik was blij. Kop voor de show. Ik was gewoon super blij, man. Je wil niet weten, man. Spanka, is jouw top 5 veranderd? Heb je een nieuwe top 5? Heb je een update? Ik weet niet eens meer wat mijn vorige top 5 was. Oké, gooi je nieuwe top 5. Maar, gooi deze top 5. Zeg maar, sowieso Lil Wayne. Ja, hard. Zo. Sowieso 50. Maar ja, en dan is het alweer moeilijk, want je wil pakken. Ik hoor niemand over Jay-Z. Je wil pakken. Nee, ik heb het nooit echt gehad met Jay-Z. Jay-Z vond ik zeg maar wel hard, maar niet, ik weet niet, man. Zeg maar, ik ging eigenlijk hem ook echt pas checken vanaf Blueprint 3 of zo. Ja. En ik heb ook altijd momenten dat ik dan in een artiest duik en dan echt vanaf zijn eerste album ga luisteren tot nu. En ja, ik weet niet, Jay-Z is gewoon ja, niet in die lijst voor mij. Nee, voor mij ook niet. Voor mij ook niet, man. Ja. Wie wel? Nog drie. Ja, dus wat ik aan het zeggen was van... Je weet toch, Pac en Biggie wil je ook erin zetten, maar... Tuurlijk. Je gaatste. Je weet toch, maar ben ik alweer bij 4. Ja. Maar je gaatste. Ik weet het niet, hoor. Je hebt ze nu ook opgenoemd, zeg maar, zo cool. Dus wie zou je anders nog opnoemen? Ja, man. 50 had ik al gezegd, hè? Ja. Lil Wayne heb je gezegd. Lil Wayne... Tijdje vond ik dingen ook echt gek. Joel Santana. Serieus? Ja, man. Hard. Dat vond ik echt gek. Ja, ook, die, set, ook die, zeg maar, die tracks van hem met Lil Wayne. Die album.
Ja, zeg maar, ja. Ze zouden een album maken volgens mij. Ze hebben eentje gemaakt. Een mixtape, toch? Ze hebben eentje gemaakt, ja precies. Die Can't Feel My Face ofzo. Ja, juist, ja, man. Ja, die was wel dom, maar man. Hun pokoe samen, broer. Ik vind dat Turk zeg maar heel erg rapt als Jewels. Ja, man, klopt. Ja, man. Ja, man. Ja. Jewels. Dus sowieso die hele Dipset shit was gek ook, man. Ja, was gek. Ja, ja man. Okay. Zeg maar, ja, man. Ja. Gewoon die hele... Alles. Ja. Hoe die mannen zich dressen zo... Killa is nu zeg maar in de persruimte zeg maar fucking black. Ja, hij is een grote dingen fan, hè. Ja, man, mensen gaan schieten voor Cameron. Oh, inderdaad, hoor. Ja, man. Dipset. Nog twee. Shit, ik moet echt gaan nadenken, man. Wie zit je nog meer daar? Ja, Drake moet ik ook sowieso zeggen, man. Drake sowieso. En dan nog laatste. Ik denk Kanye dan. Hard. Ja. Want zeg maar, je moet beseffen, ik was ook niet gelijk op Kanye vroeger. Dezelfde shit met Jay-Z. Ja. Ik ging hem later pas beseffen. En, ik was wel gelijk in Kanye, man. Ja? Ik ben naar Kanye gegaan voor 10 euro. Gek? Ja, de, Amsterdam. Coolcat. Oh, Coolcat. Ken je nog herinneren? Nee, man. Het eerste show was met, voor mij was het eerste concert was in Amsterdam, met A-Track volgens mij. Ja, 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 volgens mij was dat die met Koek. Ja, dat was ook een gekke show. Hoe hoor je daar, zeg. Wat was de garage toen? Ik weet niet wat zijn garage was dan, man. Maar niemand noemt ooit, zeg maar, er zat daar toevallig laatst aan te denken, Rick Ross in zijn top 5, toch? Dat snap ik ergens wel, maar laten we niet vergeten dat hij is wel echt een hele enge. Ja, man. Hoe jij hem dan? Ja, ik weet het niet, man. Hij staat wel bij mij. Maar weet je dat? Ja, hij staat wel. Ja, ik weet het wel. Rick Ross heeft nog nooit ergens een gare first gehad. Ja, man. Hij komt altijd wel gek. Ik zeg, ja, maar hij heeft beef gezocht met 50. Dat maakt hem zeg maar. 50 heeft zijn baby mama gecheckt. Ja. Haar in een pornofilm. Ja. Hij heeft beef met Rick Ross. Ja. Nee, maar 50 heeft hem al kapot gemaakt, hoor. Je moet fokken met 50. Dat heeft met 50, man. Ik zeg, nee. Ja, 50 fokt je wel op, man. 50 heeft Jaru kapot gemaakt. Hier nog meer, ja. Noemen ze maar. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen dat hij Rick Ross niet kapot heeft kunnen maken. Nee, maar Rick Ross is sterker eruit gekomen. Zeg ik. Ja. Nou, sterker zou ik niet zeggen, maar hij heeft overleefd. Hij heeft overleefd. Ja, hij heeft ook niet gehoord, vind ik. Het heeft hem... Hij heeft nooit meer echt eentje gehad, zeg maar. Naar die. Nou. Welke dan? Broer, hij heeft tante gekke pokus met Drake. Wanneer hun zeg maar samen... Ja, met Drake is andere is vast spelen. Ja, maar een paar zijn van hem, ja. Brian, die tune dan met Kanye. Is vast spelen. Dus wat? Is vast spelen, dus die mag je gewoon niet meetellen. Broer, dat is raar. Is vast spelen. Je weet ook, op die pokus doet hij zijn best ook. Is vast spelen, bro. Is geen vast spelen. Dus die hele verse wat hij daar gooit op pokus, ga je gewoon allemaal wegvagen gewoon. Is Drake. Streams. Heb je laatst die interview gezien? Eerlijk. Ja, maar broer. Los van de streams. Hun deden dit van het begin. Hun hebben Aston Martin Music. En zo. Snap zeker, je? Als er iemand is die mag, is het Rick Ross. Zeker. Maar ik zag laatst een interview van Rick Ross. Ik weet niet, hij is bij zo'n barbershop volgens mij. Mm-hmm. En toen zei hij van, joh, de enige die maar ooit een verse heeft laten veranderen was Kanye West. Dus Rick Ross was gewoon met die poeken die met Kanye heeft. Kanye zei gewoon over zijn eerste verse, nee, maar deze is niet goed genoeg, man. Schrijf hem opnieuw. Nog een keer. Ja, Kanye was met LeBron James, toch? Dat barbershop. Ja, ja, ja. Ik heb dat ook met twee mensen zeg maar, die dat kunnen doen. Dat is Spanka. Eigenlijk drie mensen. Davy kan ook, als Davy zeg maar, zo van Davy kan ook zeg maar, zo raar kijken. Dan weet ik al van, oké, dat is Spanka, doe een nieuwe first. En Mossif. Mossif persoonlijk even van, hey, nee man. Wees niet maar, hef. En je voelt je ook even kaka zo van, wat doe je? Wacht even, je weet toch? En je slaat, dan kom je met die ene, zeg maar. Ja, man. Maar, oké, jij was bij nummer 3 volgens mij, toch? Van jouw top 5? Ja, maar mag je ook een hele groepering? Wu-Tang, man, dit is toch een geheel? Ja, Wu-Tang kan. Dat is gewoon één. Ja, Wu-Tang dan sowieso, maar is het ook, ja, dat wordt moeilijk, man. Want Big L moet er eigenlijk ook in, man. Nee, toch? Hij is veel te vroeg gestorven. Ga je dan zeg maar fucking Tim Burton spelen hier zo? Nee, bro, maar Big L, bro. Big L. Hij was ver voor zijn Big tijd. Big L was Big tof. Big Pun. Big punt. I did. Je moet sowieso respect hebben, man. Je moet sowieso respect hebben, man. Ja, dat is gek. Big L was op. Big L, bro. Big L, sowieso die nigga. Ik vond met Big L. Ik heb jouw shit laten horen. Freestyle met Jay-Z. True. Come on, man. Big L's, man. Big, come on. Come on. Zo, ik denk dat hij ook wel, maar hij is wel te vroeg gegaan, man. Is lastig, maar Eminem alleen, mag ook zeggen, de oude Eminem. Bro, ik heb pluis gemaakt door Big L. Oude Eminem ook. Oude Eminem zou Oude Eminem ook. Ja, ja, okay.
vergeten. Ja. Marshall Mathers LP. Ja. Ja. De eerste twee albums. Marshall Mathers, Slim Shady. Just Marshall Mathers. Oh bro, hij kwam zo fucking gek. Als I'm a criminal, king. King. Bro, mijn moeder zat vast die tijd. Ik wou zeggen die temporada. Die temporada. Mijn moeder zat vast die tijd, bro. Ja. Ik was die shit aan het blazen. Ik was aan mijn criminal. Hoe die benzinestation ingaat. Ja, bro. Gek. Gek. Maar ik luister die shit op school en zo, man. Of op cd-speler en zo, man. Ja. En vooral ook één keer toen mijn lerares of zo had mijn moeder gezegd dat ik niet zulke leuke muziek luisterde. Dat is een rare shit luisteren. Ja, welke school zat jij eens bij zo, man? Bro, ik heb eerst zeg maar, op zo'n probleemschool gezeten in Hoogstvoorne. Ja. Ben ik naar probleemschool gegaan in Spijkenisse. Nee. Ik heb Oude Maas gezeten. Oh, een middelbare school bedoel je? Oh ja. Middelbare school, Oude Maas. Oude Maas. Ik was Oude Maas en je had... Ik was eilander. Bro. Eilander. Dat was altijd... Je weet, ik was aan de eilander. Ja, ja. Kapot aan het maken. Maar ik zeg eerlijk, in mijn generatie zeg maar dan... Waren er niet... Er is ook een generatie geweest dat echt beef was tussen Spijkenisse en Hoogvliet of zo. Maar ja. Ik heb dat nooit echt meegemaakt, maar ik ben ook altijd iemand van, ik was cool met iedereen toch? Ja. Waarom die beef was dan echt beef tussen Spijkenisse en Hoogvliet? Er waren gewoon bepaalde, niggas uit Hoogvliet die ruzie hadden met een paar niggas maar uit Spijkenisse. Maar ik weet wel dat vooral van een oude generatie, toen in de tijd dat ik dus naar jou begon te luisteren en zo, er waren wel een paar guys in Spijkenisse die zeiden van, waarom luister je die man? Die vibe zat je wel. Die vibe had je. Die vibe had je. Maar ja, Bondi, kom op man, doe maar. Ik had mijn pokus, mijn eerste pokus wat ik gemaakt in Spijkenisse, bro. Ja, man, bij Tino. Oh, bij Tino? Bij Robertino, tuurlijk, man. Ja, Robertino, shout-out naar hem, man. Kapper Tino, man. Shout-out naar Tino, man. Ja, kom op, man. Doe normaal, hij is ook kapper, toch? Ja, zeker, man. 100, man. Paper Chaser. Eerste pokus bij hem opgenomen. Maar ik ben dat verteld, toch? Ja, man. Ja, man. Some real shit, man. Eerste pokus bij hem opgenomen. En besef, hè, Paper Chaser was zo'n pokus. Dat was, ik denk 2006-2007 zo. Ja, is dat die pokus met Derren? Nee, man, dat is baas aan het werk. Oh ja, baas aan het werk. Maar bro, besef dat wij die tijd, die poeken gingen rond op MSM. We wisten nog niet, bro, ik hoor ineens van, hoor deze guy, Juliard. Wat is dat? Ja, man, Sjoe Heffner. We kregen allemaal op MP3, we stuurden allemaal naar elkaar op door op MSM. Ja, gingen we op MP3 tijd, zetten. Dat was lijp, man. Mooie tijden. Ik ben nog van de tijd van de cassettebandjes, man. Oh, ja? Ja, man. Ik heb ook Walkman gehad. Ja, Walkman. Man. Ik zeg maar, er was één boy in de buurt. Bij hem als je je MP3, je weet toch, gewoon die oldschool MP3, als je bij hem bracht, hij had die... Alles. Tenminste PC, hij doet voor jou, tut. Ja. Ik kom daar opeens, ik heb Campy, al die mixtapes, weet toch, Campy, ik heb Bandy, oude pokus, ja. Heel tijd. Hey, wat vonden jullie van die laatste podcast, man? Hard man. Classic podcast, hard man. Classic shit, hè? Iedereen vult elkaar ook goed aan die tafel. Ja, man. Dat is dope. Dat is een gekke shit, man. Ik heb ook echt genoten van die man. Shout out to motherfucking Campy, ja, Nino, en die van de meiden. En die was grappig, man. Hij is een grappig kijk. En die is grote broer van Kevin, toch? Ja. Stop goed, man. Weet je wel, waarom het vooral dope was? Is omdat, zeg maar, er werden bepaalde dingen besproken die ik, zeg maar, echt wilde weten ook. Toch? Ja. Hoe zat dat eigenlijk? Ja, precies. En, weet toch, je kreeg al die shit te horen. Ja, dus sowieso dope. Maar man. Ook Andy, dat hij daar gewoon gaat zitten en dingen uit de voetballerij vertelt. Ja. Wat denk je dat... Ik weet niet, iemand anders. Weet je, een oud-voetballer. Noem één oud-voetballer die hier gaat zitten, zeg maar. En dat vertellen we. Dat is hard. Hij is wel zou friend, je, zeg maar. Ben je wel eens bij een auto gezeten? Ja, man. Ja, man. Ja, lachen. Ja. Nee, Andy is een goede guy, man. Shout out naar motherfucking Andy. Vieze guy. Bro, je hebt top 5 Nederlandse rappers, man. Oh, gaan we daar. Nou, die oude hoeren, man. Ja, man. Dat is lastig, man. Come on, man. Weet je hoe moeilijk het is om een top 5 te maken? Zo. Waarom moeten we ook hier met mij beginnen, bro? VSOP, Tim Bummers. Daar is het wel mij allemaal begonnen. VSOP en ons rapper. Daar is het wel begonnen. Brainpower. Daar is het wel begonnen. Brainpower. Brainpower, voor jou, ja? Ja, man. Ja, jouw top 5. Denk over na. Jouw top 5, hoeveel? Bro, even kijken, man. Brainpower, Hef natuurlijk, sowieso. Hard. Maar, nog meer. Weet je, ik ben nog verder, hè. Dus... In mijn tijd had je nog, hoe heet die gast nou? Kammen? Hoe heet die nou? Kammen? Niet Ukibe. Extens. Extens. Extens, ja. Tuurlijk, ja, Extens is gek. En dan... Ja.
kom even niet op. En lager, en lager, ja, en lager. Tot onder aan mijn buik. Weet je wel wat ik bedoel? Scheut ervoor gebruiken. Tot onder aan mijn buik, Kevin. Die pokken staan te erg, man. Bro. Die pokken staan te erg. Die beat gaat ook kwijt. Hè? Ja. Ik weet niet, wie heeft die beat gemaakt, man? Ik weet niet eens, man. Die gaat echt kwijt, die beat. Het, misschien, ik weet niet. Volgens ik vind trouwens die pokken, ik ga het echt iets heel dom zeggen, maar die pokken van Spookrijder vond ik ook gewoon hard. Ja, tuurlijk. Ja, man. Tuurlijk. Het was echt... Die clip is gek, alles is gek. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Nog steeds, hoor. Dus, ja, ja, hard. Steeds. Hard. Ja. Nog twee. Nog één, denk ik. Nog één, ja. So, sorry, bro, ik heb gedronken, man. Maakt niet uit, bro. Ik ben net klaar met drama, dan ben ik eindelijk gaan drinken, dus... gaan we naar OQ? Ja, maar echt een party, let's get it. Nee, ik kom er niet op, bro. Ik denk erover na, nog twee, toch? Ja. Nog één. Eén. Spank aan jou, top 5 Nederlandse rappers. QC, je bent aan het denken, hè? Ik ben met mijn hoofd aan het kraken, man. Shit. Ga niet met die vragen, met die antwoorden komen die je zeg maar zou zeggen bij Club Hup en die dingen raden. Spanga, top 5 Nederlandse rappers. Dit heb je me nog nooit gevraagd hier, hè? Nee? Volgens mij niet. Oh, ik dacht van wel, bro. Of, ik weet niet, ik twijfel nu, want hij is moeilijk, man. Hij is moeilijk. Heb je nooit gevraagd? Je hebt me wel ooit gevraagd, waarschijnlijk persoonlijk gewoon, maar... Ik weet niet of het in Rookworst al is gebeurd, maar in ieder geval... Damn. Moeilijk, Appa. Man. Huh? Ik, Appa vind ik ook hard, sorry man. Oh ja? Ja man. Oké, okay, jij bent compleet, Appa. Ja. Oh, de straatfilosoof is wel classic. Wat is er aan de hand? Appa is ook gedraaid, jongens. Sorry man. Ja, bro, wat is er aan de hand? Zo. Ja, ik denk sowieso... THC, gewoon als groep. Moet je ook wel in die lijst zetten. Denk ik, zeg maar. Qua invloed wat ze hebben. Hij komt uit Amsterdam-Noord, hoor, jongens. Voor mij, zeg maar, ook... Ik kom ook uit Amsterdam-Noord, snap je? En wat grappig was, vroeger had je die pokus toch, maar er waren nog niet echt van clips en zo. Dus ja. Je moest, zeg maar, bij die stem ging je al inbeelden hoe die persoon eruit zag. Ja, zo, ja, dacht precies, van, ja. Deze nigger ziet sowieso zo. Ik had hem met Mosta, man. Ik had hem met Mosta. Ik luisterde naar zijn shit, ik wist niet hoe die nigger eruit zag. Cholera. Ja, gek. Maar TSC? Ja, man. Want, zeg maar, die combinatie, gewoon rocks. Ja. Arby, hele gekke rapper. Ja, man. Shout out naar hem sowieso. Ja. Gewoon die hele groep aan u, toch? Hun hebben die veel, Rotterdam, veel. Die Rotterdammer, man, hoe heet hij ook weer? Had ook een nummer met Arby Jan. Rotterdam, hij was een van de eerste van Rotterdam. Uniek. Uniek. Ja, grondlegger. Ja, grondlegger ook. Grondlegger, 100%. Ja, man. Zeker. Ja, man. Ja, man. Ja, jij bent sowieso ook in die lijst. Bondi, ja. Sowieso. Ik op Spanka Beats? Huh? Alleen op Spanka Beats? Nee, man, je album is ook. Spanka, maar niet, dat is zo. Doe me niet zo. Man. Nee, maar je album is ook. Doe me niet zo, bro. Je album is hard. Ja. Jazeker? Ja, maar hij is hard. Hij is dood. Okay. Hij is dope, zeker. Ik weet het zelf, ik zeg je gewoon eerlijk. Oké, was spannend. Snap je? Was liefde. Je album is hard. Je hebt Spanka niet nodig. Doe maar wauw! Doe maar zo, man. Dat doe je wel fijn, man. Ik leuk. Ik ga stuk. Nee, man. Maar ik geniet ook echt van Kevin, zeg maar. Ja. Weet je toch? Die man... Ik weet niet, man. Die manier hoe jij die lines brengt, weet je toch? Is wel van nagedacht, zeg maar. Thanks, bro. Ik hou daarvan, man. Ja, man. Thanks, bro. Close to heart, ja. Bro. Hou die van die flowers, hè? Die van die flowers. Nee, het is lauw om van Spanker te horen. Ja, Spanker heeft met veel mannen gezeten, bro. Ja. Iedereen bijna, je weet toch? Als hij dat zegt, bro. Ik moet mijn nigga Joe in die lijst zetten. Joe is een moeilijke neem. Ja. Ja, een van de beste rappers in die lijst. Als Joe zin hebt, als Joe zegt van vandaag gaan we rappen, dan kan je beter zeggen van doe maar first op andere dag. Of je kan zeg maar dat als Bandy zijn en zeg ik doe gewoon de vreemd. Ja, man, zeker, man. Als het op rapgebied aankomt, dan is hij wel een van de... Ja, man. Spanker, ga door, we hebben nog 8 minuten, man. Sowieso, Campy moet in die lijst. Ja. Zeg maar... Campy is wel een van die mannetjes. Wat hij, ik weet niet meer wie het zei, maar zeg maar, toen hij die nigga was,
was hij die nigger, zeg maar. Je weet toch, je merkt het gewoon aan alles gewoon van. Het liefst zit ik een jonko te draaien met jou hier naast me. Jij en ik, weet niet wat te doen, zonder mijn baby boom, weet niet wat ik voel. Oh, yeah. Legend, man. Zeg maar, en, weet je wat hard was na die vorige rockhorst? Met de, ging ik weer eventjes door Harry Potter. Toen zag ik van, hey, deze man heeft veel classic bro. Shit. Veel classic shit, bro. Zeg maar. Ja, die man, bro. Zeg maar, je weet toch. En ik vond het hard om die man gewoon te zien praten. En gewoon, weet toch, vaker hebben we die man misschien gezien op momenten voor de camera. En dan ben je misschien opgefokt of gestrest. En dit keer zag ik van, hij heeft een bepaalde rust. Ja, man. Hij kon over bepaalde dingen praten zonder dat hij... Ik had hem ook al een paar keer uitgenodigd. Hij zei tegen mij, Bandy, ik ben nog niet ready. Dat respecteer ik ook, zeg maar, bij niks. Oké, dan span, je bent nog niet ready, is cool. Ja, man. En dan check in hem en dan zegt hij van, oké, ik ben ready. Ja, man. Master. Ja, man. Master. Zeker, man. Zeker. Ja, het was echt een hele dope, man. Zeker. Toe Zone, toch, album? Dat was ook een hele goeie. Wat zeg je? Toen heette het toch Toe Zone? De zoon, de zoon. Op zijn Turks. Op zijn Turks. Nog eentje smaken. Nog eentje. Ja, het is echt rap, hè. Want zeg maar... Nee, zeg dan. Kijk, bijvoorbeeld Frenna vind ik ook echt een hele harde... Ja. Artiest, zeg maar. Frenna kan niet rappen. Ik heb hem helemaal eruit gerapt op motherfucking eigenaar. Frenna weet. Hij wil niet bij mij op staan. Ik heb hem al gezegd. Paar keer de eigenaar. De eigenaar. Hij heeft wel gebeld. Ik zeg je eerlijk, hij is wel een real nigga. Hij heeft me gebeld bij die album. Hij zei, Bandy, ik hoor goede dingen. Ik moet die Tory nog checken. Dus hij is wel, ik zet Frenna gewoon in een lijst van... Nee, gewoon, wat mij betreft, qua alles... Op veel aspecten klopt het gewoon. Hij heeft dingen veranderd in de Nederlandse scene. Hij is gewoon nummer 1 artiest van Nederland, vind ik. Zo zie ik hem. Snap je? Dus ik zou hem niet eens, denk ik, in zo'n top 5 rapper zetten. Ja. Maar... Want dat is zeg maar een soort van... Oké, heel even pauze. Dat is wat ik bedoel met jou, toch? Zeg maar, van, er zijn mensen zeg maar, die soort van je nummer 1 nigger zijn. Soort van voor een periode. En dan krijg je zeg maar, je echte... hoe zeg je dat? Nummer. Je bent een nummer 6 of nummer dit. Frenna is zeg maar, soort van die nummer 1 nigger geweest. En nu wordt hij zeg maar, soort van. Je bent nog steeds die nummer 1 nigger. Ja. Begrijp wat ik bedoel, zeg maar? En dat is mijn vraag zeg maar, aan jou. Zeg maar, van, hoe denk je. Begrijp wat ik bedoel? Heb je al zeg maar, soort van. Denk je daarover na zeg maar, van hoe, dat, zeg maar, hoe de volgende fase gaat zijn? Uiteindelijk altijd product praten, mijn broer. Precies. Focus praten, weet je. En ik voel zelf wel van. Dit is weer iets. Ja. En nu, je weet toch, heb ik wel weer een paar keer dat gevoel gehad. Van ja, ik heb eentje. Je toch, ik heb wel een paar singles weer. Van. Ja. Ja. Wanneer ga je weer even een poko doen met Bandy dan? Veile hond. Ja, let's go man, nou, maat. Godverdomme, ik maak poko met hem, weet je wat hij zegt? Nee. Jussie, dit is echt rapper shit. Jij gaat deze shit niet begrijpen. Ik maak poko met hem. Voor jij vermogen 2. Nee, maar dit gaat... Deze verse is niet hard, man. Nee. Ja, ik weet niet. Ja, deze verse. Maar dan denk ik dat is toch die competitie moet er altijd in blijven, toch? Ja, nee, ik had het meer over van, ja, ik weet niet, man. We konden iets harder maken. We moesten iets geks maken. We hebben ook de lat, ik snap jou helemaal. Want ik ben ook, zeg maar, je weet van mij, zeg maar, bro. Ik had het ook niet hard gevonden, want je hebt alleen Crooks op je album. Als ik dan die tweede featuring was en die poko was hard, maar niet die poko, had ik het jammer gevonden, snap je? Ja, maar ja, toevallig is dat wel een van die poko's. Ik kan niet zeggen, laten we niet zeggen welke poko het was. Ja, tuurlijk, maar dat zei ik je ook. Van als jij hem zelf gewoon van. Toevallig, maar ja. Het was niet die poko. Ja, ik weet niet. Ja. Ja. Oké, zet me gewoon op jouw album, bro. Ja, toch? Dat is gewoon goed voor mijn publishing, hoor. Kan ik weer bij Pieter. Kom een nummertje uitkiezen. Kan ik gewoon bij Pieter weer even iets vragen? Zo goed zijn, zo'n single was. Let's go, man. Zo'n single is het helemaal master, vind ik helemaal top. Ja, man. Heb je nog top 5? Ja, top 5. Ik ben sowieso liefhebber. Nieuwe guy. Ja. Niet echt? Je checkt die nieuwe shit niet, hè? Kevin heeft echt die fucking goede leven, man. Nee, man. Hele niet dag echt. In die fucking penthouse, assies draaien. Ik zeg je eerlijk, nu moet ik eventjes goed nadenken. Nieuwe guy. K.A. als hij nog nieuwe guy is, zeg maar, is wel een... Weer een van die boys, zeg maar, shit. Dat ik in de studio zat en dat ik weer energie kreeg van... Ja. Dat hij mij ook een gek verse liet schrijven, waarom van... Eventjes, een paar, kan goed rappen en ook gewoon,
ik weet het, man. Ook goede gast, je weet toch gewoon. Oprecht. Heeft mij ook gezegd gelijk van begin van, ik heb je dood gepompt en weet toch? Bro, respect. Zijn vibe is zo goed. Hij is echt wel een goede guy, man. Ik ken ook hem, altijd tegen jou zou zeggen bijvoorbeeld van, ik heb. Ik ken hem. Ja. Ik ken hem sinds Joost, toen ik die tour met Joost deed, man. Ja. Dus. Maar ik kan goed rappen, man. Ja. Is top 5 compleet? Nee, nog niet, hè? Ja, als eerste. Goddamn, ik ben een. Ja, je hebt het over nieuwe guys, bro. Vakka, bro. Je zet me voor een rare. Kevin, ik ben Panchi, man. Goddamn. Ben Panchi? Ja, maar laten we een shotje, doen. Shotje? Let's go. Ga je meelopen? Nee, bro. Niet mee, ik heb nog niks. Nee, man. Hey, maat, kom op, man. Tief op, man. Hey. Rot op, man. Doe ze dat in spijkenissen. Gooi nog een cola om. Doe ze dat in spijkenissen, bro. Oh, ik wil nu spijkenissen bij me trekken. Ja, dat is echt stil. Kijk maar. Jussie, kijk maar. Ja, toch? Jussie, zeg iets slims. Campagnes. Wat? Campagnes. Spanga, zeg iets slims. Jussie, zeg iets doofs. Wat moet ik zeggen, man? Zeg iets slims. Iets slims, wat voor slims, man? Oefoek, zeg iets slims. Ik weet niet, man. Begin met festival. Ja, maar om mij wat moet ik zeggen? Ja, slims, man. Gewoon een speech. Wat zeg je bij een speech? Ben je een goede shotje? Zeg niks, man. Ze houden Turkije nummer 1. Dus, Turkije altijd in. Turkije altijd nummer 1. Je was nog niet klaar, hè? Ja, maar bro, je zegt nieuwe guys, bro. Zijn er zo veel nieuwe guys? Nederlandse rappers. Ah, bro, dan. Die invloed echt op mij hebben gehad, ja. Toch? Dat is gewoon. Ja, dan een lange lijst, bro. Ik ben een liefhebber, je weet toch? Wat luister je in je auto? Ik heb veel. Nu is dat niet meer, zeg maar. Echt, dat ik, soms luister ik nog wel. Maar ik bedoel, dan denk ik vooral aan die tijd dat ik naar school ging, wat mij heeft laten opgroeien, snap je? Toen ik die boy was van 16, 15, vanaf gewoon puberteit. Voor wie ik nu ook waarschijnlijk pokoes maak, die nu. Ja. En. Dan begint het bij, voor mij denk ik, ik ben van 94, dan begint het bij The Box. Oh, Heineken. Heineken, weet je, dat was de eerste die een clip had op YouTube. En het was ook nog Rotterdam, bro. Ja, weet je ziet dat gewoon je stad op televisie. Fuck, bro. Ziek, hè? Ja, ziek, bro. Het is niet Nederlands bijna, snap je? En dan komen Unique en zo, ontdekte ik denk ik daarna pas, weet je toch? Wat ook. Uniek Vijs natuurlijk, de tijd. Winnen kwam toen. Bandy kwam, jij kwam denk ik daarna. Zee. Daartussen had je nog Fakko Brigade opgezwollen, wat ik ging checken, wat ik veel ging luisteren. Goed, man, was vergeten. En ik heb iedereen wel, je toch? Je bent iedereen gecheckt, man. Ja, iedereen gecheckt, man. Ja. THC ook, RB John, die mannen. Ja, man. Die gewoon echt props. Ja, liefhebber, man. Ik zeg je eerlijk, liefhebber, man. Ik kijk alles. Dit was in de tijd dat je zeg maar van die. Hou je backsessies deed. Nee, ik denk dat was daarna, zeg maar. Dat was daarna. Hij zag wat ook, hè. Ik vind het zo waanzinnig, bro. Die heb ik trouwens in Hoogvliet opgenomen nog toen bij. Waar was dat? Serieus? Waar is dat Doriano nou altijd? Zandplaat waarschijnlijk gewoon. Ja, maar bij welke producer? Ik ben nu de naam kwijt. Bij Arsi? Ja? Ja, man. Die boys van dezelfde boys. Hmm. Ja, man. QC, heb je nagedacht? Ik heb wel nagedacht, maar het is wel een lastige. Zeg dan. Het is een lastige. Kijk, ja, hij is aan het snel. Snel, zo dan, man. Ja, gek haar. Ja, bro. Ja. Het is lastig, man. Dan ga ik ook van wat Kevin zegt. Gewoon naar periodes kijken, maar ook mensen die ik hard vind. Dus ik denk dat ik ook gewoon een paar mensen vergeet. Maar sowieso, ik denk, Lijpen moet sowieso in die top. Ja, ik heb Lijpen nooit gaar horen komen. Ja, man, ik was ook. Ja, hij is echt keihard. Hij heeft ook een groot onderdeel geweest van luisteren vanaf 2007. En daar is bijvoorbeeld, we hadden het net over Chum, toen hij dat zei, dacht ik, ja man, ik weet nog wel dat in 2010 en 2012, 13, we waren volop op die Chum. Ik heb mijn Matties bro, zeg maar die Matties waar ik nu nog tot de dag van vandaag ben, we waren altijd op Chum aan het luisteren, weet je nog, ik kwam met gekke shit. Je hebt ook een, ik zeg je eerlijk, en dat zeg ik niet alleen omdat hij nu overleden is, de mogelijke ziel in rusten, zijn nu maar Vijs was echt... Ja. Bro, ik weet dat ik Vijs luisterde op Rotterdam Mixtape. En ik was destijds toen, dat was in de tijd dat ik begonnen was met rappen.
En toen ging ik een beetje luisteren. En het was al een beetje die ding toch tussen Rotterdam, Spijker. Ja, ja. Dat soort dingen. Maar ik vond hij altijd zo hard, ook omdat hij had zo'n boek op die Rotterdam mixtape. Zegt hij van, het is geen Gameboy. Ja. Nooit kwam die gaar of zo, maar ik kom ook Stanswijk. Mannen slapen overdag zodat de s'nacht de mannen zijn. Ja, ja. Toen ik dat hoorde, was het ook een andere level, man. Ja, man. Maar het is moeilijk, man. Nu als ik thuis kom, ga ik denken: oh ja, die had ook in de top 5. Misschien moet je voor met de top 10 komen, man. Ja. Nee, man. Ja. Is te lang, hè? Is te lang. Maar, laten we ook niet je broertje vergeten, Kroeks, man, bro. Ik zeg je eerlijk, bro. Ja, man. Ik zeg je eerlijk. Kroeks eet jou op een poekoe. Je zei net van, hey, Kroeks heeft jou vaak gegeten, broer. Hey, zeg ja, Bandy, no cap. Bro. Geef Kroeks een flowers, broer. Heeft je vaak eventjes laten zien van, doe relax. Ja, okay. Kroeks is die enige nigger, want steeds eet ik op. Ja. Campy kan niet komen. Ja. Wie heb je nog meer opgenoemd? Sticks. Heb maar 6 albums. Hij moet niet meer praten. Hij moet niet meer mee praten met zijn Volvo. Met zijn Volvo. Keys open doors. Keys open doors. Daar kwam je wel even boos mee. Hij kwam super boos. Wow. Hij kwam super boos mee. Shout out naar Sticks. Sticks is sowieso. Ik was met Sticks in de studio ook laatst, man. Ja, hij zit sowieso in mijn top 5, man. Gek. Maar Kroeks. Bro, Kroeks, ja. Oh, ongelooflijk, man. Kroeks, kom op. Ja, man. Keihard, man. Sinds vroeger al, hè. Kroeks is gewoon zeg maar, de guy, zeg maar, de enige persoon die ik zeg maar, 24-7 kan zeggen, broer, je bent een... Doe normaal. Ga je rappen of niet? Of weet je toch wat... Kom met deze kakaverse? Of ga je... Begrijp wat ik bedoel? Zeg maar, van, ik zit constant in zijn nek zeg maar, te hijgen van, broer, je moet beter. Ik denk, dit is niet hard, man. Wil je mij killen zo? Nee, kom op. En dan komt hij... Begrijp wat ik bedoel? Zeg maar, van, dus... Ik vind het maasdag dat je dat zegt. Ja man, 100 man. Boy, ik ken Kroeks ook al sinds voordat überhaupt alles van 2006-2007, snap je. En ik weet nog wel dat ik stond op een metrostation en zei iemand van ja, hey, deze guy is ook rapper. Is die broertje van jullie uit op hem, weet je zo. Maar die man gooide daar mijn first bro, tand toe en dat ik gewoon daar zat te kijken van oké. Ja. Ik ga weer schrijven man. Ja, man. Boys, ik wil jullie bedanken. Solo. Ja. Alleen maar love voor solo. Ik hoor dat een paar mensen boos worden thuis als ik solo. Ik heb alleen maar liefde voor solo. Dus de mensen die boos worden, zeg maar. Ik heb alleen maar liefde voor solo. Zo uit ik mijn liefde voor solo, zeg maar. Soms als ik rare dingen zeg. Denk niks raars. Alleen maar liefde. Solo. Solo is een hond. Ja, het is echt een hond. Zeg maar, hij moet nu een chill, weer die shit verstoppen. Hij zit zo, zeg maar, achter die. Hij zit zo achter die camera. Dus dat is waarom ik soms boos word op hem. Neldrik ook. Die kan ook de pleuris krijgen. Neldrik, legendary. De Kuip. Ja man, 25 en 26 juni. 25 en 26 juni. We gaan los. Oh my. Rick Ross. Oh. Lil Baby. Lil TJ vandaag bekendgemaakt. Fabulous. Genuine. Genuine. LMA. Kevin. Spanker en Friends. Friends. Komt QC ook iets doen? Ja, hij komt ook rappen. Lekker man. Ik ga sporten. Ik ga vragen hoeveel zijn outfit is, bro. Ga je dat soort dingen doen? Als het moet, bro, ik vraag iedereen, bro. Ik zeg, hoeveel staat op je bek? Hoeveel vraag je daarvoor, hoor? Voor dat soort dingen doen? Gratis. Ik betaal mijn lira's. Jullie ook bedankt voor al deze dingen mogelijk maken. Ja, jullie bedankt man, voor alles man. Echt, dus, ik waardeer het. Ik ben ook blij dat iedereen zo aan tafel zit. Zo echt, ja, was een leuke avond man. Dat is gezellig man. Top dag. Kevin is gekomen, Kevin heeft genoten. Top dag. Kevin heeft een paar keer gegapen wel, maar dat maakt niet uit. Ik heb een gevoel bij Kevin. Je zegt gegapen. Ik heb een paar keer gegapen. Ik ga stuk.
Ik heb altijd het gevoel bij Kevin dat hij echt een levensgeniet. Ik weet niet, ik kan niet in je leven kijken. Maar ik heb het gevoel van, jij stresst je niet op de hij stresst om niks, hij bro. Gewoon, hij denkt, hij creëert rust. Bro, hij stresst om niks. Hij stresst om niks. Kevin stresst om niks. Dat lijkt zo. Hij stresst om niks. Nee, hij stresst om niks. Spanka, dankjewel dat je bent gekomen. Ja. Zijn we nog vrienden? We zijn nog vrienden, man. Ja, serieus? Gewoon van de hart of zijn we gewoon vrienden, zeg maar, gewoon Instagram? Bro, je weet zelf. Je weet zelf. Ik ga altijd love voor je hebben, dat sowieso. Ik heb ook altijd love voor jou. Ik heb ook altijd love voor Turk, ook al denkt hij misschien iets anders. Ik heb ook altijd love voor Turk, ik heb nog steeds love voor Turk. Jannik, dat staat de Twitter finger. Jannik, dat staat de Twitter finger. Maak jullie, kap even deze ding. Maak jullie geen ruzie. Justice for Turk, man. Justice for Turk. Justice for Turk, sowieso. Voor die Turk. Justice for motherfucking Turk, dat is nog steeds mijn nigga. Ja, man. Snap ik wat doe? Dat is, ik vind het, ja, jij bent Turks, bro. Ja, het is zwaar, man, bro. Zwaar. Is zwaar. Ik zag geen politieke uitspraken hier doen, maar ik vind het echt erg voor hem, man. Ik snap je helemaal. Ja, man. Ik snap je echt zo, man. I wish my bro stop beefing. Ja, yeah. Man. And just like, talk it out. Volwassen, man. Ja, komt wel, man. Dat is mijn nigga, man. Turk is mijn nigga, man. Komt wel goed. I need his love. Something bring. Nee, niet op een dag. Like, just... Kom een keer even doen. That's your brother. Like, je weet toch? Precies. Hoe je draait of kees. Dus zeg maar... En zeg maar... Die shit is zeg maar... Het houdt jou ook bezig, ongetwijfeld. En hem ook. En tuurlijk. Ik zie het ook aan hem ook, dus... Ja, tuurlijk. Deze convo moet plaatsvinden gewoon. Weet ik wil nu niet zeg maar die supergaande takjes gaan gooien, maar ja. Ik heb iets gemist. Is er beef of zo? Dat moet je nou. Dan moet je kappen. Boys, ik wil jullie bedanken. Hoefoek bedankt. QC bedankt. Spanker bedankt. Oh my friends, yes, bedankt. De Kuip bedankt. Fijne bedankt. Yes. Alleen maar lobby, alleen maar liefde. De Stroom bedankt. Kees de Koning bedankt. Neldrik bedankt. Solomon bedankt. Davy bedankt. Daisy bedankt. Nidal bedankt. Iedereen bedankt. Alleen maar lobby, alleen maar love, alleen maar liefde. Sure. Ik hou van jullie allemaal, maar je weet zelf, man. Pijl, we zijn uit. Yep. Toch, man.